wat ik van jou niet snap, Paul, is je hebt zo'n mooie carrière achter de rug. Zoveel mooie dingen gedaan, zoveel respect, zoveel publicaties, noem maar op. Mm-hmm. Dat je jezelf leent om een soort witwasmachine te worden voor ON en FVD. Dus in principe, Thierry zegt hele verkeerde dingen. Bij ons zeggen ze hele verkeerde dingen. En meneer Cliteur is er dan om het uiteindelijk recht te praten, zodat de achterban het kan begrijpen en kan slikken. En eigenlijk zoiets het gevoel heeft van, oké, als meneer Cliteur het zegt, dan zal het wel goed zijn. Beste kijkers, welkom bij Up Network. Dit is het actualiteitenprogramma Het Haagse Kwartiertje. En ik zit hier met een hele bijzondere gast, Paul Cliteur. Dankjewel. En natuurlijk weer zitten we met z'n tweeën weer ook weer Awish. Ja. Erbij. Nou, vertel Awish. We hebben een hele bewogen week gehad. Ja, ik denk een paar bewogen weken. En laat ik misschien even heel kort samenvatten. Het kan bijna niet dat mensen het zijn ontgaan. Dat het mensen is ontgaan. Maar ja, Sassi heeft natuurlijk kritiek geuit openlijk in de media over de werkwijze, de interne bedrijfscultuur van ON, hè, Ongehoord Nederland. En je hebt daar je eigen ervaringen over gedeeld. En je hebt eigenlijk jezelf gedistanceerd van die... Van dat mediaplatform, als ik het zo mag zeggen, het mediabedrijf. Mm-hmm. En je hebt gezegd, ze zijn eigenlijk racistisch. En dat heb je uitgelegd in de vorige afleveringen. Ja, klopt. Nou, en toen is Paul Cliteur, professor, dokter Paul Cliteur moet ik zeggen. Daar heb je een beetje een ruzietje mee gehad. Op Twitter, ja, dus toch? Is dat een goede aftrap? ik ga tutoyeren, dus Paul heeft erop gereageerd. Er was een stuk op Nieuw Rechts was gekomen. En je schrijft natuurlijk ook voor Nieuw Rechts ook, hè? Artikel heb je geschreven. Je hebt erop gereageerd. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, we kunnen over en weer gaan op Twitter. Maar misschien is het ook wel mooi om het gesprek aan te gaan hier. En om op een open manier met elkaar te praten over de ontwikkelingen op rechts. Misschien ook wat de zorgen die ik heb en misschien waar het naartoe moet gaan. En wat misschien de juiste toon is. Misschien kunnen we zo ook nader tot elkaar komen. En kunnen we ook misschien ook het voorbeeld scheppen voor mensen thuis. Dan kunnen ze kijken van oké, met wie ben ik het meer eens of niet. En misschien levert het voor ons beiden wel nieuwe inzichten op. Ja, zo doen we. Nou, leuk, dankjewel. Ja, volgens mij heb ik alleen... ik reageerde, dacht ik, op Twitter op jouw punt. Mm-hmm. En verder kijk ik naar jullie programma. Ik ben een groot fan van jullie programma. Mm-hmm. We hebben elkaar geloof ik in ik heb het net van Sasje gehoord. We hebben elkaar voor het eerst gezien in 2020 bij een zomer of een winterschool van Forum voor Democratie. Toen hebben jullie mij geïnterviewd. Ik vond het heel leuk. Ik vind het een hele goede interviewers. Dus ik vind het erg leuk dat ik het gast mag zijn. Bij jullie. Ja, we en, veel... en ik heb nog in een ver verleden les van je gehad, Paul. Oh, moet ja, even ja, gezegd ja, worden. Precies, ja, het goed. Super. Ja, over les hebben, eventjes dat we het ijs gaan breken. Er was ook iemand anders die schijnt les van u gehad te hebben. Okay. En ene Emine. Ja, dat weet ik niet. Die ken ik eigenlijk alleen maar vanwege een berichtje wat zij op Twitter heeft gezet. Mm-hmm. Waarin zij iets zegt waarvan ik denk, ja... Dat is niet waar en dat kan ook niet waar zijn. Dus daar heb ik ook een beetje een Twitter-uitwisseling mee gehad. Dat staat hier verder buiten. Ja. Ik zou zeggen, laten we beginnen in ieder geval met het over Ongehoord Nederland te hebben. Mm-hmm. Want jij hebt een tweet. Je hebt toch gereageerd op het artikel van Nieuw Rechts. Kan je voor de kijkers uitleggen wat je reactie was en waarom je zo gereageerd hebt? Ja, dat hoop ik. Kijk, ik heb 38 jaar aan de universiteit gewerkt. Laten we zeggen ongeveer 40 jaar. Ik heb vanaf 2001, 2002 ben ik wat actiever geworden met media optredens. Ik ben columnist geweest bij Buitenhof 2 jaar, 2003 en 2004. Ik ben heel veel in die tijd kwam ik heel veel bij verschillende omroepen. En ik heb altijd wel wat, ik heb me altijd, niet op een negatieve zin, maar toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt gevonden. En ik vond dat aanbod van die media eenzijdig.
gekleurd. Mm-hmm. Weinig divers, weinig evenwichtig, heel veel van hetzelfde. Mm-hmm. En ik was dus blij met eigenlijk de komst van een nieuwe omroep, Ongehoord Nederland. En ja, mijn ervaringen met die omroep zijn over het algemeen heel goed. Ik vind hun programma's leuk. Ik kom er graag ook als gast, als deskundige over bepaalde onderwerpen. Mm-hmm. Ik denk dat ze in een behoefte voorzien. Ik denk ook dat het rechtvaardig is dat de doelgroep van die omroep, dat die een platform krijgt. Mm-hmm. Ik heb ook een rapport geschreven voor Ongehoord Nederland in reactie op het negatieve rapport over die omroep dat geschreven is door de ombudsman. En ik heb dat rapport van die ombudsman geanalyseerd. Ik ben tot hele andere bevindingen gekomen. Ik vind, ja, grofweg zou je kunnen zeggen, er zijn ongeveer 17 zetels voor de PVV. Er zijn 8 zetels bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen voor Forum voor Democratie. Er zijn er nu weer een paar mensen afgescheiden. Maar als je dat nou zo'n beetje gaat optellen, PVV, FVD en nog een paar andere omroepen ter rechterzijde, dan kom je ongeveer op 20% van de Nederlandse bevolking. Nou, als je nou die de rechtse kant, de rechtse stem vertegenwoordigen. Ja, ja. Ja. En als je nou gaat kijken, hoeveel van die Kamerleden van bijvoorbeeld de PVV schuiven nou aan bij die programma's bij de andere omroepen? Nauwelijks. En nu is er ineens een omroep en dan zie je ineens Harm Beertema zie je zitten van de PVV. Je ziet af en toe ook mensen van FVD, overigens niet alleen maar mensen van FVD, ook heel veel van PVV. En dan denk ik, ja, dat is goed, zo is het ook bedoeld. Zo is het in de mediawet bedoeld. De gehele Nederlandse bevolking betaalt mee aan dat bestel. Die moeten ze dus ook de indruk hebben dat ze daar een stem hebben. Nou, die krijgen ze volgens mij hier. En ja, daar ben ik tot nu toe. Ik denk dat we daarover eens zijn dat het nodig is. Ja, oké. Okay, ja. Dus. Maar dat is niet waar mijn... of misschien moet er nog komen. Waar ligt dan de kritiek? Want dat is waar we over eens zijn. Maar je noemde mij bijvoorbeeld ook... althans, dat ik me uitsprak tegen... noemde je bijvoorbeeld Olie Dom. Ja. Kan u dat uitleggen? Nou, ik dacht... Hoe kan Sashi dat nou doen? Want nu is er dus eindelijk een omroep. Verkeert die omroep in heel zwaar weer. Ja. Want we hebben het rapport van de ombudsman wat negatief is. Op basis daarvan is er al een sanctie opgelegd. Mm-hmm. Er is nog weer een tweede waarschuwing is er uitgegaan. Mm-hmm. Je ziet dat alle machten zich nu aan het verzamelen zijn om te proberen om uit het bestel te krijgen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, we weten ook niet of dat gaat lukken. Het zou best nog eens kunnen gaan lukken. En op het moment dat zijn beslag zou krijgen, dan ben ik weer terug in de oude situatie. Dan zit je weer met die oude NPO. Dan zijn al die andere omroepen die zijn erin geslaagd om ze weg te krijgen. Mm-hmm. En dan wordt de buit verdeeld, zal ik maar zeggen. Ik vond het ook heel onsympathiek eigenlijk. En dat heeft ook een beetje meegefibreerd in mijn kritische reactie op jou. Dat die andere omroepen dat erin springen. Dat bijvoorbeeld Thijs van den Brink zegt, ja, het is ook helemaal slechte journalistiek. En die man van WNL, hè, wat in feite een concurrent is. Ik ben even zijn naam van die meneer vergeten. Bert Huisjes? Hè? Ja, die er ook meteen inspringt. Mm-hmm. En dat allemaal gaat afkammen. Dan denk ik, geef die mensen nou eens even rustig de tijd. Ze zijn 3/4 jaar bezig. Oké, daar gaan we straks het ook over hebben. Je kan best zeggen, nou, de ene uitzending is geslaagd dan de andere. Maar in grossen und ganzen vind ik dat ze het heel aardig doen. Mm-hmm. Ook gezien, ook volgens mij de journalistiek. Jullie zijn betere journalisten dan ik misschien. Ik ben een soort van journalist van de koude grond. Maar ze hebben een bepaalde formule. Hè? Daar kunnen we het straks even over hebben wat dat precies is. En ik vind dat ze dat eigenlijk heel goed doen. Te meer ook omdat er ook nog een ander programma is. Ongehoord Nieuwscafé. Daar heb je ook wel dingen voor gedaan. Ja, ja. Terwijl ik denk, nou, dat is een beetje highbrow, vind ik. Hè? Een uur lang zeer pittige onderwerpen. En volgens mij ook discussies op hoog niveau. Dus ik vind wel dat zij heel goed voldoen aan de normen die de mediawet voorschrijft. Maar wat mij dan opvalt. Jij neemt het op voor
of je neemt het op voor on vanwege hun positionering in het publieke bestel. Maar dat, daarmee gaat u niet in op de inhoud. Dus een tegenwerping op basis van functie, op basis van positionering, maar niet op basis van inhoud. Terwijl de kritiek die ik heb op ON is natuurlijk, ik ben het eens met de positionering dat er een rechtsomroep moet zijn. Zo'n omroep zou er moeten zijn, zo'n vind jij ook, maar zijn. Ze doen het niet goed, vind je. Exact. Ja. Maar daar hoor ik je dus niks over zeggen. Want als je dat gaat hanteren, als je dit gaat doortrekken van oké, aan de hand van de positionering, zo'n rechtsomroep moet er zijn. Ja. Dus we kunnen liever niet kritisch zijn of we moeten blij zijn dat zo'n omroep er is. Ja. Maar betekent dat dan dat je dus geen kritiek kan uiten? Betekent dat dan dat je, als je bijvoorbeeld misstanden ziet, dat je niet kan uitspreken? Hoe werkt dat dan? Ja, of Paul, heb je misschien geen kritiek of feedback? Al is het maar opbouwende feedback over Ja, zijn er geen dingen waarvan je denkt, ja, dat zijn toch verbeterpunten? Zeker, denk ik. Dat denk ik wel, dat die er zeker zijn. Ik denk ook overigens dat zij dat zelf ook wel denken, dat er is. Daar zit ik verder ook niet bij natuurlijk, ik ben ook maar een gast. Maar zij evalueren die uitzendingen natuurlijk ook wel. Mm-hmm. En de ene uitzending is beter dan de andere uitzending. Maar ik vind, in Großen und Ganzen, vind ik het ook nog eens een keer eigenlijk heel goed wat ze doen. Als je dus bedenkt dat al die andere omroepen, die hebben vaak decennia lang ervaring. Deze mensen die zijn 3/4 jaar bezig. En als je dan, vind ik, als je dan ziet wat ze doen, dan denk je, huh? Ontzettend goed. Er zit een enorme dynamiek in die programma's. Het zijn eigenlijk, als we het even tot het ongehoord nieuws beperken, hè, dan is de tv-gedeelte. Dus 2 keer 40 minuten per week, 2 dagen in de week. Ja. In beginsel hebben ze die tijd volgens mij toebedeeld gekregen. Ja, een beetje in de veronderstelling dat dat ook dat is dus een moeilijke tijd. Hè? Dat is niet wat je noemt prime time en zo. Maar gezien het feit dat ze dus dan op zo'n ongelukkig tijdstip zitten, is er toch, kijken er heel veel mensen naar. Er zijn heel veel reacties. Er was in het eerste half jaar van hun werkzaamheid, op een gegeven moment komt de ombudsman met, ja, er zijn 33 negatieve reacties. Dan denk ik, op 17 miljoen inwoners, 33 negatieve reacties. Dat is helemaal niet veel. Ja, maar het zijn geen 17 miljoen kijkers natuurlijk. Nee. Toch? Zo moet je het dan ook wel een beetje relativeren. Nee, maar wel heel wat. En dan is 33 niet veel. En begint met iets nieuws, dan vind ik het eigenlijk gek dat er dan... Trial and error. Maar dat er relatief weinig mensen daar negatief over zijn. Ja, je vindt het meevallen dan? Ja, vind ik wel. Okay. En ik moet je zeggen, ik heb dus dat rapport van de ombudsman heb ik bekritiseerd in een eigen rapportje. En denk ik, lieve help, dit is echt hele slechte onderzoeksjournalistiek. Als je ziet dus hoe zij ook dat analyseert. Ze pakt er eigenlijk maar van al die uitzendingen, pakt ze er maar 3 uit. Waarvan ze dan. En die 3 uitzendingen die worden dan nog heel onvolkomen geanalyseerd. Ze is zich bijvoorbeeld een uitzending met Simone Kersenbaum, FVD-Kamerlid. Dat noemt ze dan een gast die niet deskundig is. Ja, hey, hallo, die mevrouw die is gepromoveerd op het minderheidenbeleid in Zuid-Afrika. Die is bij uitstek deskundig. Dat blijkt zo'n ombudsman helemaal niet te weten. Ja, En ze neemt dan aanstoot aan bijvoorbeeld het feit dat Philip de Winter op 15 september onlangs daar eigenlijk 12 minuten over de omvolking heeft kunnen praten. En dan denk ik, laat maar even praten. Maar en dan blijkt dus die ombudsman eigenlijk nog niet eens het boek van Philip de Winter gelezen te hebben. Ze blijkt ook helemaal niet te weten wat die omvolkingstheorie inhoudt. Wat er niet één is, maar er zijn verschillende theorieën. Dus het is allemaal zo'n... Ja, oké, maar dat kan ik... Dat kan ik onderschrijven. Ja. Dat neem ik ook van je aan. Ja. Maar mijn punt is meer van... stel je voor, weet je, ik heb daar bijvoorbeeld een item gemaakt. Hè? Ik was eigenlijk verantwoordelijk voor het racisme-item. Ik ga daar werken. Ik constateer dat bepaalde zaken niet op orde zijn. Ik uit me kritisch. Kijk, u geeft nu allemaal redenen aan om het voordeel van de twijfel te geven.
Ja. Maar hoe zou ik dan kritiek moeten geven? Want ik hoor in uw verhaal niet, of in jouw verhaal niet, van hoe je dan je kritisch moet verhouden. Ik hoor alleen maar van, oké, we moeten het voordeel van de twijfel geven en het is heel goed wat ze doen. Ja. Maar kan je in zo'n situatie, hoe kan je in zo'n situatie kritiek geven? Wat zou ik moeten doen dan? Wat had ik moeten doen? Nou, dat is inderdaad een lastige positie waarin jij verkeerde. Mm-hmm. Jij hebt een uitzending gemaakt en op de een of andere manier is dat niet helemaal naar tevredenheid gegaan. Of naar jou, of naar het oordeel van Karskons. Ja, dat weet ik verder niet hoe het gegaan is, wat de achtergrond daarvan is. Mm-hmm. Het lijkt mij wel dat het, als je eenmaal, het is een beetje een oud werknemer dan, of iemand, of er is iets misgegaan in de arbeidsrelatie en zo. Mm-hmm. Dat speelt altijd een beetje een rol mee. Dus het is voor jou wel heel moeilijk om dan niet de kritiek over je af te roepen. Dat het niet zo chic is om dat in het openbaar dan je gelijk te proberen te krijgen. Dat, ja, maar dat kijk, speelt bij, ook wel een kijk, beetje. Kijk, bij mij ging het erom dat. Want ik snap ook hè, dat je een omroep het voordeel van de twijfel moet geven. En vooral ook omdat het een rechtse omroep is. Want dat is ook de reden waarom ik ook geparticipeerd heb. En dat wij ook natuurlijk op de radio waren uitgenodigd hè, toen met Jernas. Dus we hebben ze het voordeel van de twijfel gegeven. Maar mijn kritiek is dus dat ze politiek bedrijven. Dat ze niet aan de journalistieke codes voldoen. Dat Arnold van tevoren al een idee heeft van oké, ik wil het hebben over bijvoorbeeld blanke jongeren die in elkaar geslagen worden door zwarte. En uiteindelijk gaat hij toewerken naar een bepaalde conclusie waarbij hij geen rekening houdt met de feiten. Ja. En dat is niet alleen anti-journalistiek, maar het is ook anti-wetenschap, zou je dan zeggen. Ja, een heel interessant punt wat je hier aanhaalt. Mm-hmm. En, kijk, in de mediawet van 2008 wordt er dus gezegd dat mediaaanbod van het publieke... meer in de microfoon. Van het publieke bestel, dat moet evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand zijn. Mm-hmm. En er moet sprake zijn van een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud. Oké. Wat er nou eigenlijk gebeurt... wat de feitelijke situatie is... Mm-hmm. met het Nederlands publieke bestel... dat gewoon niet het geval is. Dus deze kritiek die jij hebt... die kan je eigenlijk op elke andere omroep ook hebben. Maar dan zouden mensen zeggen van... meneer Cliteur, dat is toch een jijbak? Dat is toch... Nee. Dus de vraag is dus, al die andere omroepen, die zijn ook gekleurd. Ja. Ja. En nu is er een nieuwe omroep, een nieuwe speler in het spel, die dat in feite aan de orde stelt. En die inderdaad de dingen gaan doen die bij die andere omroepen ongehoord zijn. Dat is eigenlijk hun formule. Het zou best eens kunnen zijn dat over 1, 2, 3, 4 jaar, wanneer ze echt in het bestel zitten, dat die andere omroepen dat dan ook een beetje hebben. Dat die ook gevarieerder zijn geworden. En dat ze in feite dan aan een hele andere formule moeten gaan denken. Okay. Maar op dit moment is het wat ze aan ongehoorde dingen brengen, echt die onderwerpen die ze agenderen en de gasten die ze hebben, is echt een aanvulling op het bestel. Maar dat zij zaken belichten of aanmerken die ongehoord zijn, is toch niet het enige criterium op basis waarvan je zegt, oké, dan vergeven we ze alle fouten die ze voor de rest maken? Nou, ze maken denk ik niet zo heel veel fouten. Echt? Vind ik niet. Zeker niet, nee. Oh. Maar daar kunnen we straks een paar van bespreken. Eventueel naar jullie inzicht dan. Maar het is in ieder geval wel zo. Kijk, ze corrigeren de eenzijdigheid van de andere omroepen. Dus datgene wat jij dus zegt dat er een bepaalde politieke sturing is. En dat zie ik natuurlijk ook wel. Dat het eenzijdig is. Natuurlijk, dat is erg nodig in relatie tot het bestel als geheel. Snap je? Dus wat je... Het is een beetje... Je zegt eigenlijk het landschap is zo vervormd... Ja. Dat hun rol, de rol die zij pakken... dat moeten zij op deze manier wel doen. Absoluut. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, okay. Absoluut. Sassi, wat zeg je er dan tegen? En maak maar af.
Ja, absoluut. Ja, zal ik nog verder gaan? Ja. Absoluut, omdat ik dus niet ga... Kijk, wat nu die ombudsman doet, die doet het volgende. Die zegt, nou ja, het moet evenwichtig, pluriform, gevarieerd zijn en zo. En ja, de andere omroepen doen dat eigenlijk ook niet. Maar ja, daar hebben we het nu even niet over. We gaan alle aandacht nu gooien op on. En nou, dat is niet weinig gevarieerd, hè? Want ja, maar... er zitten heel veel PVV'ers en FVD'ers aan tafel. Er zit heel weinig PVDA'ers en helemaal niemand van GroenLinks, weet je wel. En dan worden ze, en dan wordt dus on op dat punt bekritiseerd. Maar bij Buitenhof is dat nooit een probleem. Mm-hmm. En dat is unfair. Ja, maar en dat had ik ook gezegd. Kijk, omdat... Kijk, stel je voor... Oké, laat me het zo zeggen. Stel je voor dat je gelijk hebt. Stel je voor je hebt gelijk. Ja. En je hebt gelijk inderdaad, weet je. Die doet in principe... wat andere omroepen ook doen. En doordat zij dat doen, heb je gewoon een gelijk speelveld gecreëerd. Toch? Dat is in principe... Ja, als geheel. Ze creëren als geheel een gelijk speelveld. Ja. Stel je voor als ik daarin meega. Ik ga daarin mee. Laat me zo zeggen, ik ga daarin mee. Okay. Ik ga mee met je argument. Maar op het moment dat er dus de eerste sanctie is gevallen. De eerste sanctie was gevallen. Ik was in het voorjaar was ik geweest. Vervolgens was er toen de eerste sanctie gevallen. Mm-hmm. En daarna had Arnold mij benaderd om een podcast te maken. Mm-hmm. En na die podcast was hij enthousiast. En zei hij van, weet je wat, kom maar, doe maar racisme item. Mm-hmm. Toen zei ik tegen hem van, weet je, misschien is het handig om... toch op een andere toon te doen, om ook misschien een aantal, om meer het debat tussen links en rechts te laten zien, om een andere strategie te kiezen. Mm-hmm. En toen zei Arnold tegen mij van, ja, dat hebben we ook al gerealiseerd na die eerste sanctie, dus het heet geen nieuws meer, maar het is een opinierend programma. Dus ik was in de veronderstelling van, oké, ze hebben een bepaalde strategie ontwikkeld om toch nog binnen dat kader van de NPO, ze worden eigenlijk allemaal in de gaten gehouden, hè? Iedereen wil hun cancelen, mm-hmm. dat ze een bepaalde slimme strategie hebben ontwikkeld om toch die rechtse belangen te dienen. Mm-hmm. Dus als we het erover eens zijn dat zo'n geluid gehoord mag worden en dat anderen ook politiek zijn, dan is het toch helemaal niet slim dat ze zulke uitspraken doen, dat ze zo'n strategie kiezen, waardoor ze eigenlijk hun tegenstanders... ammunitie geven om hun te cancelen. Want dat is gebeurd. Doordat Reisha het N-woord heeft gebruikt, het woord neger, in de uitzending waar je bij zat, doordat ze contextloos bepaalde filmpjes hebben laten zien, hebben ze de tegenstanders van Ongehoord ammunitie gegeven om hun te cancelen. Mm-hmm. En dat neem ik ze kwalijk. Ik vond dat zo'n gemiste kans. En dat is ook de kritiek bijvoorbeeld die Jan van der Beek ook heeft. Hè? Meerdere mensen op rechts van, als je weet dat mensen, dat je in een bos gaat lopen met hongerige leeuwen, dan ga je geen biefstuk aan je kont hangen, bij wijze van spreken. Ja, dit argument, deze argumentatielijn, die hoor ik al 25 jaar. Oké. En dat hoor ik naar aanleiding van dingen. Ik moet in de afstand nemen business zitten. Hè? Dus in de jaren 2001, 2002, 2003... ging ik nou veel om met Ayaan Hirsi Ali. Ja. En dan was het altijd, ja. En je wil niet weten, dat heb ik tegenwoordig met Thierry Baudet, maar had ik toen met Ayaan Hirsi Ali. Van, Paul, ik ben het helemaal met haar eens hoor. Maar als ze het nou eens iets anders zegt, want ze geeft haar tegenstanders munitie en ze moet het rustiger doen en dit. En dat waren altijd mensen die hadden, ik zeg het niet van jou hoor. Nee, ik snap het niet, maar ze hadden een hele waslijst met hoe het allemaal zou moeten. Mm-hmm. Hoe zij de boodschap zou moeten brengen en hoe zij meer aandacht zou krijgen. Maar ze zaten allemaal veilig op het hek. Yeah. Hè? Allemaal fansitters. Mm-hmm. En Ayaan zei dan, zij moeten maar hun eigen, ze moeten het maar op hun eigen manier doen. Jullie mogen het ook op je eigen manier doen. Mm. Ga maar, meld je maar aan, zorg maar dat je leden krijgt. Probeer maar iets van de grond te tillen, hè, op eigen kracht. Maar het is niet zo sterk om iemand te gaan hangen in het initiatief van een ander en dan te gaan vertellen hoe die ander dat moet gaan inrichten. Maar dat is toch precies wat bij ON gebeurt? Je hebt gewoon een leider en die leider heeft een visie. En die visie die wordt uitgedragen en die wordt eigenlijk vanuit een soort predispositie, vanuit een vooruitgenomenheid, een vooringenomenheid, wordt een uitzending gemaakt. Nou, vanuit een bepaalde overtuiging dat je het op die manier moet doen. Ze staan voor een bepaalde zaak, hè, en zij vinden, we moeten er hard in gaan. Ja, maar je kan en niet... Zolang jij niet
Als er dus een nieuwe directeursfunctie, dan kan je solliciteren. En dan kan je zeggen, ik heb een buitenconcept. Ja, maar, weet je? Maar zolang je dat niet bent, moet je gewoon, jullie moeten het op jullie manier doen. En zij doen het op hun manier. En je zou het ook niet accepteren als ik dus hier zou komen. En ik zou zeggen, nou, zeg, jongens, een beetje slappe hap hier. Hoor. Nee, maar even stevig tegen me gaan, weet je wel? Dan zeg je van, nou Paul, wij doen het op onze manier. Ja, ja, maar kijk, maar het probleem is dus, kijk, en dat vond ik zo zonde van het racisme-item. Ja. Zij hebben ik vind het heel mooi dat er een rechtse omroep is geweest, of dat een rechtse omroep nog steeds is, die rechtse agendapunten aandraagt. Eindelijk hebben we de kans om een groter publiek te bereiken. Ik zie het eigenlijk als ons, hè? Het is ons initiatief. Okay, maar ik wil juist mijn collega's die in het midden zijn overtuigen van mijn standpunt. Ik wil juist een bepaalde, de stille meerderheid wil ik overtuigen. Ik wil dat rechts meer invloed gaat krijgen. Dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil dat er een grote conservatieve beweging is. Ik wil dat wij dominant zijn als rechtse beweging. Ja. Maar om dat te kunnen doen, moeten wij mensen overtuigen. En ik betwijfel het dat ik mensen ga overtuigen van mijn standpunt over racisme, doordat ik bijvoorbeeld het N-woord ga gebruiken. Daarmee doe je afbreuk aan de zaak. En daarmee ga je die middengroep die niet, die twijfelt, die denkt van, ah, misschien heeft links wel soms een punt, misschien heeft rechts wel een punt. Die ga ik zo niet overtuigen. En daar, dat neem ik bijvoorbeeld een Forum en een Onkwalijk, is dat zij zo, dat zij eigenlijk de shock politics, een soort shock tactiek gebruikt, wat eigenlijk KZP aan de linkerkant doet. Hè? Die choqueert mensen, die zorgen voor reuring. Mm. En ik denk niet dat je dus daarmee die grote middengroep die wij moeten bereiken, die we bijvoorbeeld in 2019 hadden bereikt, hè? Toen Forum een van de grootste partijen was, toen wij eigenlijk op de piek stonden van als rechtse beweging. En heel verdraaglijk. En heel verdraaglijk hadden gecreëerd. Dat is, ik denk dat je daarmee met de tactiek die onhanteert en vormhanteert, dat je daarmee niet de draagvlak kan creëren in de samenleving voor die grote rechtsbeweging. Die wel nodig is. Ja. Oké. Dat weet jij uiteindelijk helemaal niet. Want uiteindelijk zit je hier, zitten jullie met z'n tweeën, jullie hebben dit programma en jullie zijn niet aangesteld als de grote leiders van een soort van grote rechtse beweging die kunnen gaan vertellen hoe de anderen dat moeten doen. Maar daarom hebben we u uitgenodigd. Dat is ook goed, want we kunnen trouwens ook die uitzending van 15 september gewoon even analyseren. Maar dus nog even vooropgesteld, ik blijf nog even over de rolopvattingen. Hè? Mm-hmm. Dus als ik, ik bedoel dat echt vriendelijk hoor, maar je trekt een veel te grote broek aan. Okay. Je stelt je nu op als van, nou, ik ga even vertellen van, er is een grote rechtse beweging en ik weet hoe je dat moet gaan organiseren. Terwijl ik denk, ga er maar vanuit dat Ongehoord Nederland daar een bepaalde opvatting over heeft. En daar heeft, je noemt net Forum er ook bij. Forum die denkt er ook over na. En na heel lang wikken en wegen komen die tot een bepaalde insteek. Hè? En dat is bijvoorbeeld weer een andere insteek dan sommige anderen die zich van die beweging hebben afgescheiden. Hè? BVNL en JA21. Nou, die gaan een andere weg. Prima. En Forum die doet het op hun manier. Mm-hmm. En het geldt ook een beetje voor dat Ongehoord Nederland. Ik denk dus dat hun punt is, zeg ik dan, het is speculatie, want ik spreek ook niet voor hun. Dan moet je hier dus Karskens uitnodigen om eventueel met je in discussie te gaan. Maar als ik dat zo bekijk, dan denk ik van, zij kiezen voor een, ja, je kan zeggen, een nogal confronterende benadering. Mm-hmm. En ze zeggen, we hebben een heel scherp profiel. We laten dat niet verwateren. Mm-hmm. We willen ook niet een soort poont worden. Hè? Want poont, dus die Rutger Kastrikum, die was in het begin eigenlijk heel erg scherp met zijn interviews. Ja. Die gaat nu ook spelletjesprogramma's maken. Weet je wel. En dat is ook een schrikbeeld wat er allemaal met je kan gebeuren als omroep, wanneer je eenmaal in bestel bent opgenomen. En zoals het er nu naar uitziet, willen zij die weg niet gaan. Ja. Maar je moet toch zowel interne als externe draagkracht blijven bewaken. Want de NPO vindt iets van het feit dat ON daar zit. Andere omroepen waarmee ze dus moeten samenwerken op grond van al die regels. Die andere omroepen die vinden daar iets van. Mm-hmm. Je moet toch ook juist proberen om aan beide kanten gedragen te worden. En je mag best wel scherp en kritisch zijn. Dat doen wij ook. Sasje en ik hebben best wel hele harde, soms hele scherpe dingen gezegd. Mm-hmm. Alleen je hebt een bepaalde basis van hoe je wetenschap opbouwt. En je moet toch altijd, dat zegt Sasje ook in de vorige uitzending, je moet altijd beginnen met een aanleiding, een soort probleemstelling. Mm-hmm. En dat ga je koppelen aan een actualiteit. En vervolgens met cijfers, data,
wetenschappelijke inzichten, studies en zo ga je dat combineren. En dan maak je er een volwaardig inhoudvol stuk van. Oké, okay, en daar gaan we zien we niet. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we even deze uitzending analyseren. Dus dat is de uitzending van 15 september. Hè? Dat is de grote gewraakte uitzending op basis waarvan er eigenlijk ook opnieuw weer een aankondiging van een sanctie van de NPO is gekomen. Hè? Ja. En dan moeten we ons wel bedenken dat we dus nu van die driekwart jaar aan uitzendingen gaan we dus eentje uitlichten. Dat is niet veel, hè? Dan gaan we er eentje uitlichten waarvan we dus zeggen van op basis daarvan is er weer een sanctie opgelegd. Hè? Maar daar wil ik op even inhaken. Want je kan bijvoorbeeld een hele goede man of een hele goede vrouw zijn. Vol van ethiek. Maar als je één keer de fout maakt in het strafrecht beland. Okay. Ja, is die ene keer wel goed genoeg om jou ineens zo moet het ook zien. Ja, dat is ook terecht. Oké, okay, maar die ene uitzending die gaat nu ook nog helemaal verdedigen. Oké, okay. Ja? En ik treed hierbij in de voetsporen van Bauke Geersing. He, Bauke Geersing, ken je die? Nee. Bauke Geersing, dat is de voorganger van mevrouw Leeflang. De huidige baas van de NPO is mevrouw Leeflang. En de voorganger is Bauke Geersing. En die Bauke Geersing, dat is dus een oud omroepman eigenlijk. En die heeft dus gezegd van de uitzending van 15 september... keurige journalistieke uitzending. Prima. Niks meer aan de hand. Okay. Geen racisme, geen discriminatie. Helemaal niks aan de hand. Dat heeft hij gedaan dus in een uitzending van Ongehoord Nieuwscafé trouwens. Mm-hmm. Dus hij is geïnterviewd, net als jij, Roelof Bouwman en Jernas. En daarin werkt hij dat in een uur uit. En dat is eigenlijk heel interessant. Hij heeft trouwens ook een brief geschreven naar mevrouw Leeflang om haar dat te vertellen. Je zou kunnen zeggen als oud-omroepman even. Maar zijn al die mensen dan... Dat snap ik dus niet. Hè? Kijk, maar dit is een autoriteit. Dit is niet mijn punt hoor. Ik dit is even de opmaat voor mijn eigen analyse van de uitzending. Okay, maar ik ga me niet verschuilen achter Bauke Geersing. Ja. Ja? Nee, okay. Maar ik was er dus bij deze uitzending was ik aanwezig. Mm-hmm. Dus ik zat aan tafel. Mm-hmm. Is misschien op zichzelf nog wel leuk. Ik vond het een aardige uitzending. Omdat die uitzending had eigenlijk één groot thema. En natuurlijk is dat gepland. Heb jij maar gelijk. En het is niet zo, er komen wat mensen bij elkaar. We kijken wie wat zegt. En ik kwam ook half twaalf aan daar. Nee. Ik kwam half twaalf aan daar. Ging ook lunchen. Het is niet van tevoren met de gasten afgesproken. Of zo. Nee, maar je hebt toch... Maar ik voel wel, als ik er naar kijk, denk ik, daar zit een lijn in. Ja. Nou, ik ben eigenlijk als eerste in die uitzending aan het woord gekomen. En ik heb gezegd dat racisme is fout. Mm-hmm. Dat vinden we allemaal. Ik heb iets verteld over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb iets verteld over het nazisme. Racisme als onderdeel van het nazisme. Dat allemaal eigenlijk af. Maar dat ook racisme bij alle groepen voorkomt. Ja, klopt. Ja. Dus interethnisch. Dat was het thema. Niet alleen bij de witte mensen. Hè, maar bij alle groepen komt het voor. Ja? Dat werd ook onderschreven door Jorge Vestali, die ook aan tafel zat. Ook door Pepijn van Houwelingen, die ook aan tafel zat. Mm-hmm. En eigenlijk ook door de presentatrices. Of de presentatoren, moet ik geloof ik zeggen. Presentatrices is volgens mij een beetje politiek incorrect, als je dat tegenwoordig zegt. Maar goed, dat werd dat ook door onderschreven. Dus dat was volstrekt helder dat het punt was. Mm-hmm. Dan zit er in dat dan zit er inderdaad dat ene filmpje in of van zwarte mensen en die slaan in op witte mensen om onduidelijke redenen. Ja, dat zit erin. En dat was contextloos. Contextloos. Ja, precies. Ja. En er is dus iemand die heeft daarover geschreven. Maaike van Charante. Die heeft een eigen website ook. Misschien kennen jullie haar. Ze heeft een boek geschreven trouwens over de Haagse Schilderswijk. Een ontzettend interessante commentator vind ik haar. Zij heeft op haar website iets ook over die filmpjes geschreven. En ik had het ook nog nooit gezien. Ik heb het voor het eerst toen ook gezien. Ik heb later meer van die filmpjes bekeken. En daar schijnt dus het een en ander over te doen te zijn. Ja. En het is inderdaad waar dat zij dat niet naar voren hebben gebracht. Ze hebben niet de herkomst precies van die filmpjes geanalyseerd. Nee. Dat werd toch zomaar ingegooid. Omgekeerde gebeurt ook. Dat is er eigenlijk bij verteld. Ook een beetje, zo tenminste had ik het begrepen. Want nogmaals, ik zag het filmpje dus voor het eerst. Ik dacht van, nou, dat zie je niet veel. Nee. En toen dacht ik van, nou, is eigenlijk wel leuk. Want dit bestaat dus ook. Oh, nee, het is maar niet alleen ook al. Nee, maar gezien. Ja, okay, ja, dus maar, ik vond het niet zo erg. Nee, maar hoe kan je dan volhouden dat je erachter staat, journalistiek gezien? Dat de hele uitzending had een heel duidelijk thema. In die hele uitzending, dat was antiracisme. Het was ook heel goed dat door alle... Ja, dat, maar... dat, dat,
een antiracistisch geluid werd afgegeven. Dat is heel belangrijk om dat te doen. Maar ook is belangrijk dat je laat zien, het komt bij iedereen voor. Het zit niet alleen bij witte mensen. Maar meneer Cliteurs, sorry, maar... kijk, je bent niet dom. Je bent heel slim. Je bent heel intelligent. Mm-hmm. Je hebt zoveel ervaring. Ja. Je hebt zoveel ervaring ook in de media, in de wetenschap. Dan weet je toch ook wel dat op het moment dat... Kijk, de toonzetting is ook heel erg belangrijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Hoe reis jij dat zei van ja, negers die blanke jongeren in elkaar slaan. De bepaalde toonzetting die ze heeft... De bepaalde de filmpjes die daarna worden getoond, dat creëert toch een bepaalde framing. Stel je voor, ik zou een blank persoon zijn die voor de zoveelste keer een nieuwsbericht heeft gelezen dat asielzoekers voorrang krijgen op een sociale huurwoning. En mijn dochter van 23, die zit nog steeds te wachten op een huis. En ik leef van een uitkering, noem maar op. Stel je voor, je zit in zo'n positie. Waar heel veel mensen in zitten. Heel veel mensen, heel veel blanke mensen hebben ook met armoede te maken. Mm. Die zitten in een moeilijke positie. En die zien bijvoorbeeld dat nieuwkomers bevoordeeld worden. Mm. Op zoveel verschillende manieren, door beleid. Mm-hmm. En je ziet dan zo'n filmpje, je ziet dan zo'n uitzending van Ongehoord. Mm. Waarin er zo'n framing is, waarin Rijtje zegt van ja, negers die blanke jongeren in elkaar slaan. En dan vervolgens zie je die filmpjes. Dan wekt dat toch een bepaalde woede. Ik kan me voorstellen. Bij die mensen. Bij die mensen. Ja, ik denk dat je dan woedend wordt. Van ja, nee, inderdaad. Weet je. Het is toch belachelijk wat die negers doen. En dus je wekt toch een bepaald sentiment op. Ja, een emotie. Een emotie. Ja. Nou, dat weet ik niet. Daar krijg je ook een beetje de discussie van Geert Wilders over de Marokkanen. Zou best ook eens mee kunnen vallen. Maar laten we even dat... Jouw punt is eigenlijk dus het gebruik van het woord neger. Hè? Dus er zijn eigenlijk twee elementen in je kritiek. Enerzijds dus het filmpje dat contextloos werd getoond. Ja. Hè? En het tweede element, dat is de presentator die heeft het woord neger gebruikt. Gebruikt overigens niet het woord nikker. Hè? Wat een derogerende betekenis heeft. Maar ze gebruikt het woord neger. Ja, maar die derogerende betekenis had het misschien een eeuw geleden. En nu is het natuurlijk tijdgeest veranderd, hè? Nou, daar gaan we... Ja, inderdaad. Heb ik jullie dus ook horen zeggen. Zullen we dus even kijken. Okay, ik moet je zeggen dat ik... maar dan gaan we dus hebben over die veranderingen van die betekenissen, van die woorden. Hè? Dus slaaf mag je niet meer zeggen, je moet zeggen tot slaaf gemaakt. Je mag niet meer zeggen blank, je moet zeggen wit. Je mag niet zeggen neger, maar je moet zeggen gekleurde persoon of zwart. Mm-hmm. En die regels veranderen de hele tijd. Mm-hmm. Maar de vraag is, wat is nou de drijvende kracht daarachter? Mm-hmm. Wie doet dat? En moet je je altijd aan die betekenisveranderingen conformeren? Nee, maar het gaat moet je altijd nee, maar het dus gaat... door die hoepeltjes springen die er opnieuw weer worden voorgehaald? Nee, maar kijk, daar gaat het niet om. Niet? Kijk, natuurlijk heb je bijvoorbeeld linkse extremisten. Ik noem ze gewoon linkse extremisten die taalpolitie spelen. Ja. Natuurlijk heb je dat. Okay. Dat mensen continu zeggen van je mag dit woordje niet gebruiken, dat woordje niet gebruiken. Maar het gaat erom dat doordat Reisha... in één zin zegt van oké, je hebt negers en je hebt blanke mensen. Daarmee maakt ze een onderscheid. Bij mij ging het om het onderscheid. Dat ze aan de ene kant rekening houdt met de gevoeligheden binnen de ene groep. Namelijk, er zijn heel veel mensen aan de rechterzijde die liever blank genoemd willen worden dan wit. Mm. Want als ik wit zeg, dan zijn ze gekwetst. Mm. Maar aan de andere kant houdt ze dus niet rekening met de gevoelens van die andere groep. Dat er ook misschien mensen kunnen zijn die gekwetst zijn als zij bijvoorbeeld neger worden genoemd. Mm. Dus daarmee maakt ze dus een onderscheid. En bij mij ging het om dat onderscheid. Jij zou het zwarte moeten zeggen volgens jou. Ja, u daar, gekleurde. Ja, precies. Dat wat zou moeten doen. Nou, hoeft niet per se, maar zwarte mensen. Ze had gewoon de autocue moeten volgen. Met inachtneming van met name natuurlijk... Die autocue... Dat was geen autocue volgens mij, maar goed, dat even daar... Jij wil dat zij haar taalgebruik gaat aanpassen... Nee. Je moet de verdenking niet hebben dat je natuurlijk artikel 1 van de grondwet met de voeten treedt. Namelijk dat je twee groepen in één adem, in één zin noemt, in een vergelijking ook nog noemt, maar de ene groep eigenlijk ten gunste van die ene groep een bepaald woord gebruikt, want dat wil die groep ook graag. Mm. Maar ten laste van die andere groep iets zegt wat die groep eigenlijk niet graag wil.
En dat voldoet natuurlijk aan het criterium van discriminatie. Maar misschien wil zij zich niet aanpassen aan dat, ja, maar, aan dat nieuwe taalregeltje. Wat jij nou zo graag wil. Nee, en misschien wil jij je ook niet aanpassen aan bepaalde... Nee, maar ik bedoel... Helemaal terecht. Helemaal terecht. Neem slaven en tot slaaf gemaakt. Ja, dat vind ik ook onzin, tuurlijk. Ja, maar helemaal... Maar hoe ga je nou je verweren ten opzichte van die onzin? Want als ik dus zeg slaven, dan is er nu een... Je moet zeggen tot slaaf gemaakt, hoor. Want die mensen zijn niet een slaaf geboren. Het gaat toch om de consequenties strafrechtelijk? Het gaat toch, we leven in een rechtsstaat. En in die rechtsstaat hebben we normering van zaken. Zo moet je opstellen en zo niet. En, volgens mij is het nog niet zo dat als jij... Het gebruik van het woord neger is strafbaar. Dat is echt zo. Jij is jurisprudentie over. Wat zeg je daar? Is jurisprudentie over, ja. Ben ik, en die wil ik graag lezen. Ja, dan. Ja, ik heb ben het niet paraat, maar... Er zijn beleidslijnen van het OM die dat soort dingen hebben ingegeven. En, het woord neger? Ja, is daar een veroordeling? Ja, is iemand voor het gebruik? Sterker nog, misschien zou eigenlijk een scoop worden voor een van onze volgende afleveringen. Okay. Maar het woord coolie, wat vaak voor denigrerend voor Hindoestanen wordt gebruikt, wat wij zijn qua afkomst. Het woord coolie mag ook niet meer gebruikt worden. Nee, nou moet je ook... dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus afhankelijk van de context. Want dat is ook van belang. Hè? Okay. Kijk, ik vind dus dat van belang is... want ik had het dus ook... De rector van onze universiteit is ook interessant. We hebben een vrouwelijke rector aan de Universiteit van Leiden. En die had dus ook een column geschreven. Dat is ook heel interessant. Professor Cliteur zat aan tafel. En toen werd er door iemand anders, de presentator, het woord neger gebruikt. En Cliteur deed niks. Ja. Ja. Dat vind ik dus ook ongelooflijk grappig. Ja, maar, ja, alsof ik als, moet je nagaan, als 67-jarige man dan zou gaan zeggen, dat is mij totaal wezensvreemd van, Gaiza, jij hebt net het woord neger gebruikt. Dit mag niet, hoor. Nee, maar, weet je wel? Nee, maar, en dat ik dan opsta en de vraag. Maar het is toch een reden dat jij het zelf niet hebt gebruikt? Want je voelt hem toch ook wel? Je gebruikt zelf dat woord. Ja, je gebruikt hem zelf niet. In die uitzending. Je hebt daarna. Ja, maar ik ben dus daarmee niet... distancieer je je eigenlijk ook, nee, vind ik. Nee, je niet? Ik ben niet zo moralist dat ik wil dat de hele wereld precies hetzelfde doet wat ik doe. Nee, maar kijk. Dat is het. Nee, maar ik vind dat er een zekere ruimte moet zijn in het maatschappelijk verkeer. Voor mensen die er een beetje verschillend instaan, die verschillende woorden gebruiken. Maar nu kom ik, maar misschien, dat heb ik nog niet gezegd, en dat denk ik ook van belang is. Kijk, als jij dus het woord coolie gebruikt, of je gebruikt het woord, of het gebruikt het woord negen, of ik kan me voorstellen dat je dat kan doen in een context die heel erg negatief is, als scheldwoord. Ja. Dus is een ruzieachtige situatie, en dan ga je ten opzichte van een gekleurd iemand zeggen, hey neger, wie denk jij nou eigenlijk dat je bent? Of zo. Kijk, dan is het heel negatief. Ja. Maar dat is natuurlijk ik. Ja, maar je kan toch niet zeggen dat het positief is als je daarna... Als je daar zin afmaken. Maar ik ken haar natuurlijk. En ik weet natuurlijk dat er geen enkele... Ja, maar wij kennen haar ook. Racistisch, niet zo goed, dan denk ik. Misschien een klein stukje verschoning. Geen enkel racistisch motief is hier in het geding. En ik denk ook dat een officier van justitie, die een heel klein beetje zijn verstand bij elkaar heeft, dat hij dat ook begrijpt. Ja, maar... Maar een klein stukje verschoning, wij kennen Raisa natuurlijk ook. En wij stellen niet dat Raisa racistisch is. Okay. Wij stellen dat ON racistisch is, omdat ze natuurlijk onder de verantwoordelijkheid en onder de noemer acteert van Ongehoord Nederland. En even los van hoe deze woorden dan gaan jullie zijn, die woorden in... Maar ja, goed. Ja maar toch. Kijk... dat is trouwens niet waar. Wat hij heeft net gezegd, dat hij dacht dat er op de autocue, dat er daar zwart... Nee, dat heb ik... Dat is het persoonlijke... Mag ik even reageren? Moet je toelichten als je dat kijk. Nee, ik heb van een bron van Ongehoord, binnen Ongehoord, heb ik dat gehoord. Oké. Dus iemand van Ongehoord heeft dat mij verteld. Die heeft mij verteld dat op de autocue zwarte mensen stonden. Okay. En wat ik wil zeggen, hè, van oké. Volgens mij was het spontaan, maar goed, ik... Maar oké, kijk. Stel je voor, je hebt de positie dat je niet wil conformeren aan de linkse taalpolitie. Mm-hmm. En dat je om die reden... Geen tot slaaf gemaakten en zo. Dat je om die reden gewoon het woord neger zegt. Ja. In dezelfde zin waarin je blanke zegt. Stel je voor, we gaan daarin mee. Dan is dat alsnog heel erg dom. Want je torpedeert daarmee je eigen item. Je weet dat jouw omroep al een sanctie heeft.
Je weet dat daar bloedhonden zijn die het op je gemunt hebben. Ja, maar dan komen we weer terug op hetzelfde punt, Sashi. Zij kan wel denken, ik ga me daar niet aan conformeren. Ja, maar dan moet je op de blaren zitten. Dat doen jullie dan maar in jullie eigen programma. Dan mogen jullie helemaal zo politiek correct zijn als je maar helemaal wil. Nou, maar ik doe het niet. Maar het is niet politiek correct. Maar ten aanzien van dit punt. Nee, maar kijk, het is, kijk en dat snap ik niet. Ik snap niet dat verschillende mensen op rechts, en misschien een aantal kijkers, ook kijkers die we verloren hebben, zij zien niet waar het naartoe gaat. En wat ik denk is dat het, als je zo doorgaat... Ja, dan verlies je die zendtijd. Die verlies je de zendtijd. Dit gaat volgende week... Ja, okay. Dan ben jij een adviseur. En dan zeg je, mensen, pas op, zo gaan jullie de zendmachtiging verliezen. Ja. En zij antwoorden, ja, misschien zeggen ze, nou Sasje, we gaan een beetje beter op onze woorden letten. Kan zijn dat ze dat doen. Dat heb ik intern ook kan gezegd. Ook zijn dat ze zeggen, nou Sasje, dat moet dan maar. Want dit is de koers die we willen gaan. En het is, maar dat is dit of niks. Dat kan zijn. Ja, maar en wat ik gewoon, wat ik van jou niet snap al, is je hebt zo'n mooie carrière achter de rug. Zoveel mooie dingen gedaan, zoveel respect, zoveel publicaties, noem maar op. Mm-hmm. Dat je jezelf leent om een soort witwasmachine te worden voor ON en FVD. Dus in principe, Thierry zegt hele verkeerde dingen, bij ons zeggen ze hele verkeerde dingen. En meneer Cliteur is er dan om het uiteindelijk recht te praten, zodat de achterban het kan begrijpen en kan slikken en eigenlijk... zoiets, het gevoel van, oké, als meneer Cliteur het zegt, dan zal het wel goed zijn. Zo komt het over. Ik hoop dat ik zoveel gezag heb, Sashi. Zeker. Dat denk ik ook. Deze uitzending nu een beetje voor elkaar te krijgen. 100%. Ik denk zeker dat hij vooral binnen de rechterflank gedragen wordt en dat hij dat gezag wel heeft. En daarom denk ik ook, en daarom vind ik het ook kwalijk. Ik vind het onwaardig dat ze dat zij, maar ook uzelf, u in zo'n positie zet. Maar wat ik in de ik zou liever... Nu wil je mij beschermen. Sasje wil nu mijn reputatie beschermen. Maar... Dat vind ik wel lief, hoor. Nee, maar hoe ik er naar kijk... Kom op. In het verlengde van wat jij zegt, zou ik Paul een vraag willen stellen. Namelijk, waar is dan de grens van de vrijheid van meningsuiting? Vind je dan... Nou ja, nee, voor een mediaactor mag je dan alles zeggen op tv? Kan ook, of algemeen? Ja, misschien inderdaad algemeen. Ja, dat is een groot onderwerp. Ja, ik geloof dat ze... Is die dan ongebreideld? Kan je dan maar alles zeggen wat je vindt? Nee, ik ben... Want je gaat niet conformeren aan links, dus ik mag het doen. Is dat dan wat je mag? Wat je moet? Nee, ik denk dat je de grenzen die er gelden voor de vrijheid van expressie in het publieke domein, die gelden ook voor de media. Het moet alleen zo zijn dat je in de Kamer wat meer kan zeggen dan in het is politieke verkeer. Debat. Ja. Maar in de media, daar heb je gewoon de grenzen van het wetboek van strafrecht. En ja. Ik denk dat als datzelfde wetboek van strafrecht allemaal heel keurig netjes maar wordt het allemaal gedaan. Ja, maar hoe verklaar je dan die twee sancties en de mogelijkheid dat ze nu die vergunningen kan verliezen? Dat is toch ook de realiteit? Nou, dat is een heel interessante vraag. Hoe verklaart u dan? Hoe verklaren we nou die enorme oppositie, hè? Overigens, die Bauke Geersing, die... Ik moet gewoon lachen. Ik vind het leuk, omdat hij het op een hele mooie manier pareert. Ja. Wat had ik al verwacht? Maar hij is wel sterk, toch? Ja, hij is wel sterk. Hij is sterk. Ja, hij is geloofwaardig. Ja. Kijk, sorry, maak af, ja. Die Bauke Geersing, die zei... Dit is zo oud als de weg naar Rome. Wij hadden in zijn tijd, zegt hij, hadden we dit met BNN-VARA. Dus de VARA, die wilde BNN eruit halen. BNN, dat was allemaal helemaal niet goed. Wij hadden toen die status van kandidaat omroep. En degene die ze daar heftig tegen verzette, was de VARA. Nou, nu BNN-VARA, die zijn nu samen. Ja. Dus dat geeft al aan, van waar nou al dat verzet... Ja, ik ben geneigd dat ook een beetje te verklaren vanuit opportunisme. Ik denk dat het ook niet toevallig is dat uitgelekend WNL... die begint het meest aan de bel te trekken. Want die denken,
Er wordt nu gehobbyd in onze achtertuin. Maar die willen dus het uiterste. Maar dat is toch niet de enige verklaring dat WNL kritiek kan hebben? Ja, maar waar ligt... Het is een heel plausibele verklaring. Maar het is geen antwoord op de vraag van Awish. Ja. Het is geen antwoord op de vraag, want Awish vraagt van waar ligt de grens? Maar was dat volgens als ze de wet overtreden? Is dat de grens? Nee, nou, mijn antwoord erop was... ik denk gewoon de grenzen van het wetboek van strafrecht. Gewoon de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Je zit niet aan... Maar Steven, als wij dan zeggen, je mag woorden als neger niet uitspreken. Ja. En dan zegt u, ja, nee, maar dat hangt van de context af. Diezelfde context die trouwens in de ON niet werd gegeven. Maar het hangt nu van de context af. Als ik dat in een soort ruzie doe, dan is dat een ander gewicht. Ik denk er overigens dat dit ook, dat in het recht gaat het ook zo. Ja, het gebruik van woorden hangt van de context af. Maar dat is toch een deel van de uitleg? Jij bent jurist? Ja, maar het is toch een deel van Lons de uitleg? Lons Fuller, weet je wel. De Amerikaanse rechtsfilosoof is allemaal een kwestie van context. Woorden hebben dus nooit eigenlijk een bepaalde semantische betekenis. Maar de visie van Fuller is natuurlijk niet per se de hedendaagse praktijk. Want als je linkse officieren van justitie hebt, of als je D66 rechters hebt, die interpreteren natuurlijk vanuit een hele andere geest. Nou, denk je, ja, verdorie. Wel natuurlijk. Ja, toch, maar dat gebeurt toch ook? Ja. Dat verklaart toch ook waarom Wilders bijvoorbeeld een proces aan zijn broek heeft gehad? Even los van het feit of hij die uitspraak had moeten doen. Het is toch de consequentie... Wilders had ook niet veroordeeld moeten worden, naar mijn smaak. Nee, dat vind ik want ook. Want hij is dus veroordeeld vanwege belediging van een groep mensen op grond van een ras. Ja. Nou, Marokkanen vormen geen ras. Nee. Dus hij is gewoon helemaal, dat is helemaal in strijd. Ja, in strijd met het legaliteitsbeginsel is dat gebeurd. Heel triest eigenlijk. Maar wat nou? Maar onder racisme valt toch ook etniciteit? Je zou toch ook kunnen zeggen van etniciteit, personaliteit. Dus het is een hele Het is hele ook grauwe... geen etnische groep. Het is geen etnische groep. Het is een nationaliteit, Marokkaan zijn. Ja. Maar goed, we dwalen misschien een beetje af. Ja. Ja. Maar je wilde ook nog naar Vorm voor Democratie, toch? Volgens mij. Want online Vorm voor Democratie, dat lag een beetje in. Ja, maar dus waar ik het over had, waarom... kijk, jij zegt van oké, het heeft te maken met de wetboek van strafrecht. Hè? Dat bepaalt wat de grenzen zijn van de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Maar stel je voor als iemand straks aangifte gaat doen. Ja. En die zegt van bij nader inzien, want tegenwoordig kan je ook gewoon 200 jaar later na dato ook gewoon gekwetst zijn. Met de kracht, ja precies. Dus bij nader inzien ben ik toch gekwetst door die uitzending. Door de uitzending van 15 september. 15 september en ik ga aangifte doen tegen Reisha, omdat ik me als zwarte persoon gediscrimineerd voel. Ja. Stel je voor, het OM pakt het dan op. Mm. En Reisha wordt dus veroordeeld wegens discriminatie. Hebben we dan een grens bereikt? Want dan zou je zeggen van oké, het is nu... Kennelijk is er een nieuwe grens. Dat hadden we niet mogen doen. We gaan ons in het toekomst houden aan die grens. Vindt hij dat een geoorloofde grens? Ja. Of zegt u, nou, de rechtsstaat heeft wel besloten, maar eigenlijk vind ik dat we moeten schuren. Nou ja, je kan natuurlijk beter je kan natuurlijk beter geen dingen doen die in strijd zijn met wat er in rechtelijke uitspraken bepaald is. Nee. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk erg verstandig. Want ik maak zelf altijd het geintje van wordt het zo duur, jongens. Hè? Dus ik maak zelf wel onder een beetje zo'n grapje van, hè, dat is een dure opmerking hè, die je daar maakt. Hè? Dat kost zo 30.000 euro of zo. Ja. Maar ik vind het ook... Of zegt u, als rechtsfilosoof kijk ik er anders naar. Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen. Al is de praktijk van de democratie en de rechtsstaat een andere. Ja, want het kan zijn. Ik wil een soort van... Ik geloof... Ja, ik bedoel, het is interessant hoor. Wat beweegt mij? Ik geloof dat ik ik wil een beetje een wat ontspannender omgang met de taal en ik wil een wat ontspannender omgang met verschillende standpunten die je over dingen kunt hebben. Mm-hmm. Ik ben 67 jaar en ik geloof dat ik een vorm van een benauwde omgangsvorm heb zien groeien de afgelopen 10, 15 zeker, jaar. Weet zeker, je wel? Zeker. En dan denk ik ook, en dat speelt bij vele. Vele dingen, weet je, maar ook met het LBGTQ, alles is, iedereen staat helemaal stram van, van de, het is, en dan denk je, wat, het wordt zo ongezellig. Ja,
Ja, maar... ongezellige samenleving. Dus wees een beetje welwillend naar mensen ook. Kijk een beetje hoe ze dingen bedoelen. En vooral ook, vind ik ook altijd heel belangrijk, dat je aan mensen gaat vragen, ja, wat bedoelde je nou eigenlijk, hè? Ja, maar, dus, maar stel je voor, als ik zwart dus, ben... Dus jij gebruikt een bepaald woord. Dus, oh, Sasje, dat mag je niet gebruiken. Dan kan ik toch eerst even aan jou vragen, hoe heb je het eigenlijk bedoeld? En dan geef jij daar soms een hele plausibele verklaring. Dus stel je voor, iemand doet mij coolie en dan moet ik zeggen van, oh, maar wacht eens even. Maar hoe bedoelde je het eigenlijk? Ja. Iemand noemt... als hij jou coolie... Ik zou het niet durven, maar als hij jou even coolie noemt in een bepaalde context... Bij wijze van spreken, dat is toch niet reëel? Nou ja, kijk, er is dus wel degelijk jurisprudentie. Wij hebben dus, eigenlijk is dit een van onze nieuwe scoops, maar die gaan we nu dan een klein beetje vertellen. Ja. Een jaar geleden is er een zwarte man, heeft ons op internet uitgemaakt voor coolie in een bepaalde beledigende context. Oh, ons. Ja, nou, ja, interessant. Vervolgens hebben we daar aangifte van gedaan natuurlijk, zoals dat altijd gaat. Okay. En op een gegeven moment, het OM heeft natuurlijk procesmonopolie. Die zegt, ja, dat vind ik wel strafbaar eigenlijk. Mm-hmm. En niet beetje ook, het is toch wel echt gewoon belediging. Dus het is een belediging, een soort rassenhaat, dat soort context. Jullie weten welke man dat is? Ja, dat weten we. Je kent zijn eigen gelaatskleur ook. Ja, die ken ik. Okay, ja, die hebben opgezocht. Die zwarter dan jullie zijn. Ja, je hebt ook wel zwarte mensen die wat minder getint zijn. Of wat meer getint zijn. Wat ja, maar is in ieder geval geen Hindoestaan. Het is geen Hindoestaan in elk geval. Ja, oké. Okay. Een man van kleur, zoals de linkse mensen zouden zeggen. Of in elk geval wel een afro-achtergrond. Zwarte man. Kijk, daar ging die uitzending van Onno over, hè, van 15 september. Maar ja, dit precies. Ja, precies. Ja, en toen vervolgens, hij is schuldig bevonden, ook strafbaar bevonden. En vervolgens je hebt natuurlijk die wet OM-afdoening, hè, die transactievoorstellen die OM doet. Ja. Hij heeft een transactievoorstel gekregen, geldboete. Ik geloof 200 of 300 euro boete die hij moest betalen. Nou, dat komt ons dan niet toe, niet de slachtoffers niet toe, maar dat gaat naar het OM. En dan is hij vrij en dan konden we bezwaar op maken als je daar gronden op had. Want dan zou hij alsnog voor een strafrechter natuurlijk, zou hij terecht staan. Dat laatste hebben we wel geprobeerd, maar toen is het OM, moet ik zeggen, zo vaak over OM gepraat. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft toen even niks laten weten, dus we moeten daar even achteraan. Maar de officier heeft wel gezegd, dit kwalificeren wij als gewoon strafbaar gedrag. Mm. Je mag het woord coolie in equivalent van het woord neger dus niet op die manier gebruiken. Nou ja, en als die jurisprudentie er dan ligt, en ook al zou die er niet liggen, maar dat zijn wel de interne beleidslijnen van het OM. Ja. Die gaan zo op die manier wegen ze zaken in de maatschappij. Ja, dan is er toch ook geen andere uitleg meer mogelijk dan dat je zegt, ja, we moeten dat soort dingen misschien niet meer doen. Ja, dat denk ik ook. Ja. We gaan het zien. Ik denk ook wel, waarschijnlijk zal het ook niet meer gebeuren, denk ik. Nee. Het was ook een duur woord. Dat was een heel duur woord. Heel duur woord. 95.000 euro. Ja. Het woord neger, ja. Ja. Ja, nee. Maar goed. Maar ja. Oké. Even terugkomend op ja, het argument wat je zei, van dat ik misschien een te grote broek aantrek, hè, dat iedereen eigenlijk een eigen strategie kan bepalen. Ja. Maar we zien toch ook wel dat, en dat zien we misschien ook aan de hand van Ja 21, dat een andere toon wel het verschil kan maken. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Ja, oké. Dus we gaan even naar Forum voor Democratie. Ja, Ja 21 kan het verschil maken. Want ik heb het. Laten we het even over die rechtsbeweging hebben. Kan. Ja. Dus dat mag. Ja. Ja. Dat mogen zij toch ook doen? Dus zij gaan dat op een andere manier dan doen. Ja, nou en. Maar wat is het punt? Wil jij dan aan FVD aan... Kijk, dan kan je dus zeggen van... Zou je aan FVD kunnen zeggen... Jongens, doe het nou zoals Ja 21, want dan gaat het beter. Dan krijgen jullie meer virtuele zetels. Maar dan kan het nog zo het geval blijken dat FVD zegt... Nou, dat mogen zo zijn, maar wij blijven het toch doen zoals wij het doen. Misschien levert het wel minder zetels op. Nee, maar dit is eigenlijk waar zoals wij het willen. Mijn punt is niet van dat ik de persoon moet zijn die mensen moet gaan adviseren als een Karskens of een Baudet, dat ze die strategie moeten bewandelen. Ja. Maar wat ik me dus afvraag, waarom u niet degene bent die bijvoorbeeld tegen hun zegt van, hey, luister, misschien is het veel slimmer om een andere strategie te kiezen, Thierry. Misschien is het slimmer om een veel andere strategie te kiezen, Arnold. Een glaasje water nemen. Ja, absoluut. Over deze heel snel. Ik vlucht niet. Ja, dat kan. Dat is goed. Ja.
waarom ik niet die persoon ben die dat... allereerst weet jij niet wat ik allemaal zeg. Oh, dus moet even in de microfoon. Want, dat moeten we even noemen dan even. Dan gaan we hier Neem ik maken. Ja. Wil je vraag misschien even herhalen? Ja, nee, dus ja, even terugkomend op kritiekpunt van daarnet. Mm-hmm. Je gaf aan van dat ik misschien een te grote broek aantrek en dat iedereen een eigen strategie kan bepalen hoe hij dus, hoe een Karskens, welke strategie die kiest, een Baudet welke strategie die kiest. Ja. Maar het gaat niet om dat ik de persoon moet zijn om te zeggen van, hey, luister, misschien moet je jezelf matigen, misschien moet je een andere toon gaan hanteren in het debat, maar jij hebt die positie wel. Jij bent een vertrouweling van Baudet. Jullie kennen elkaar goed. Je kent Arnold. Hmm. Je hebt de statuur, hoogleraar. Wat ik me afvraag en waar ik zo continu aan het afvragen ben, waarom neem jij die positie niet in dat je zegt van, hey, luister, misschien is het niet zo handig, Reisha, om het woord neger te gebruiken, omdat je daarmee je uitzending torpedeert. Misschien moeten jullie een andere koers gaan varen, want dadelijk komt die tweede sanctie, of tegen Baudet van, ja, misschien is zo'n reptiele uitspraak niet zo handig, want je wordt al beticht van antisemitisme. Mm-hmm. En daarmee geef je eigenlijk ook je tegenstanders voer en ammunitie om je juist in zo'n antisemitische frame te zetten. Ja. Maar ook je bestaansrecht loopt af. Je houdbaarheid wordt wel heel kort op het moment dat je zo gedraagt. Dus ik weet, er zijn consequenties aan wat je doet. Dus dat vraag ik me. Dat is eigenlijk een vraag aan mij. Ja. Aan hoe ik omga met mensen met wie ik een min of meer vertrouwelijke relatie op. Ja, dus ik... Nou, weet je wat het antwoord erop is? Mm-hmm. Dat het een vertrouwelijke relatie is. Ik natuurlijk jou helemaal niet aan je neus ga hangen. Jou ook niet. Nee, hè? Nee. Ja, in een publieke context. Wat ik allemaal tegen mensen zeg en wat voor adviezen ik ze geef. Tuurlijk, maar... Dus you don't know. Je weet het eigenlijk gewoon niet. Ja, nee, maar tuurlijk. Maar we zien toch ook wel dat u bepaalde uitspraken... Bijvoorbeeld dat u bepaalde uitspraken doet op Twitter. Dat u bepaalde uitspraken doet op On. Ja. Dat u de reptiele uitspraak goed praat bij On. Dus u wordt... Laten we de reptiele uitspraak dan even doen. Ja? Ja. Mm-hmm. Ja. Okay. Hoe zit dat, Paul? Zijn er dan mensen die onderhuis een reptiel zijn? Want ik weet niet goed hoe dat allemaal zit met die complottheorie. Maar... Nou, en even de vraag of Baudet dat heeft bedoeld of niet. Maar het refereert kennelijk aan bepaalde theorieën, toch? Nou, we hebben er een hele... Ja, kennelijk. We hebben er een... U weet toch ook wel dat Joden in de historie al worden afgebeeld als reptielen, als slangen en dergelijke. En dat daar in ieder geval in het discours ook wel iets over gezegd wordt. Dat kan je toch niet ontkennen? Nou, dat ga ik toch een bescheiden poging toe ondernemen. Waarom? Omdat je me nog niet hebt uit laten praten. Waarom zo'n moeilijke positie? Nee, maar Waarom? Die reptiele kwestie, daar hebben we een gesprek over gehad bij Forum Insight. Oké. Okay. Ja, dus toen heb ik in die uitzending, net zoals we hier gezellig bij elkaar zitten, zat ik daar toen ook. En toen heb ik aan Thierry gevraagd van, vertel even hoe het met die reptielen zit. Want iedereen die denkt dat jij nu overtuigd bent van de reptielentheorie. Nou ja, en hij heeft toen gezegd wat ik ook wel verwachtte. Hij heeft geloof ik met in zo'n soort programma als dit... heeft hij één keer gesproken over de politieke elite die nu het land bestuurt... als van evil reptiles, ze weten niks. Dat heeft hij één keer gezegd. That's it. En toen krijg je een hele hoos van mensen van... oh, hij is een aanhanger nu van de theorie van David Icke... die ervan uitgaat dat mensen een dubbele natuur hebben. En hij heeft even gezegd... nee, dat is gewoon een hele grote onzin. Gelooft hij hem? Ja, maar jij toch ook? Jij denkt toch niet dat hij... heeft hij een soort van religieuze bekering doorgemaakt? Of zo? Nou, dat hij op een dag wakker werd en denkt van... hey, ik geloof nu eigenlijk dat de wereld... Nou ja, zoals je hem schetst, zal het niet gedaan zijn. Ik geloof niet dat je dat echt gelooft. Nee, kijk, ik geloof niet dat... persoonlijk geloof ik niet dat... want ik heb Thierry ook al een paar keer gesproken. Ik geloof niet dat hij antisemitisch is. Nee, wacht even, die reptielen hadden we het over. Geloof jij dat hij denkt dat mensen eigenlijk... Of dat politici die een soort van dubbele natuur hebben... dat ze enerzijds mensen zijn en anderzijds ook reptielen. Geloof jij dat? Ik geloof dat hij dat gelooft. Ja? Want daar gaat het je toch om? Ik weet het niet.
Ik geloof het primair niet, maar omdat je natuurlijk uitspreekt... Dat is toch heel gek? Ja, dat is ook gek. Maar omdat je primair uitspreekt en je hebt natuurlijk die concepten en die ideologieën... Ja, dan dat kan conformeren aan die ideologieën. Alleen, Thierry heeft natuurlijk achteraf gezegd... Ja, hallo, dat heb ik helemaal niet bedoeld. Dat heeft hij gezegd, dus hij heeft zich gedistanceerd. Dat is natuurlijk goed. Maar een hele hoop mensen... Hij heeft gezegd dat hij dat nooit heeft bedoeld. Tuurlijk, dat hij daar nooit aan gedacht heeft. Het is niet... Het is natuurlijk... Maar het is ook een volkomen absurde... Het absurd om het überhaupt maar enigszins in overweging te nemen... Maar, dat hij het wel serieus maar Paul, zou Paul, er zijn toch een hele hoop mensen die dit wel geloven. Ja. En is dat dan absurd? Nou, of is dat... dat zal ik je vertellen. Dat was is heel interessant. Kijk... 98% ongeveer van wat mensen beweren en denken en geloven is heel erg absurd. 98%. Is er echt maar 2% van de mensen die alleen maar verstandige dingen geloven. Ik zal niet zeggen wie dat is. En uit bescheidenheid zal ik mezelf daar niet toe bijrekenen. Maar 98% zijn hele gekke dingen. Dus er zijn mensen die denken dat van die enorme hoeveelheid goden die er zijn... Hè, er eigenlijk één god is die een speciale relatie onderhoudt... tot één specifiek volkje van 3000 jaar geleden... en dat door de geschiedenis heen leiden. Ja, die mensen zijn er die dat denken. Er zijn ook mensen die denken van... nou ja, maar uit dat volkje is wel iemand voortgekomen... en die kan wonderen verrichten, die kan over het water lopen. Er zijn mensen die denken dus dat zo'n Messias over water kan lopen... of dat hij opstaat uit de dood. De mensen geloven de meest wonderlijke dingen. Dus dat er dan ook misschien mensen zijn die zeggen... nou, die politici doen zulke gekke dingen. Ze zijn enerzijds mens... maar anderzijds hebben ze ook een andere gedaante, een reptielachtige... gedaante die je niet kunt zien, maar dat zit wel ergens in mensen. Ja, ik vind het een beetje een gekke gedachte, bizarre gedachte, maar ik vind 98% van wat ik hoor heel erg bizar. En dit kan er ook nog wel bij. Het is niet gekker dan opstaan uit de dood. Ja, nee, maar dat is niet de aanklacht. De aanklacht is niet dat het niet gekker is dan andere theorieën. De aanklacht is dat het een subtiele verwijzing is naar de demonisering van een bepaalde groep mensen. En dat dat op een structurele basis door de geschiedenis is gebeurd. Dat is het kwalijke. Het is een soort... wat er gebeurt eigenlijk... Wat ik nu zie gebeuren... is dat... Thierry en Arnold... die lopen continu belletje te trekken. Continu lopen ze uitspraken te doen en dinges. En vervolgens zegt ze van... Maar zo bedoelde ik het niet. Ja, er is continu wel heel veel correctie nodig. Het is een belletje trekken... Ja. Zodat ze zich uiteindelijk achteraf kunnen distancieren van hetgeen wat ze hebben gezegd. En altijd kunnen zeggen van, ik heb het zo niet bedoeld en jullie hebben het anders geïnterpreteerd. En dan hebben ze eigenlijk een mentor die vervolgens zegt van ja, maar inderdaad, het is gewoon fluïde. De werkelijkheid kan je op verschillende manieren interpreteren. Ik kijk nergens meer van op. En je zegt dat dan en dan denken mensen van ja, inderdaad. Ik zie dat de hele tijd gebeuren. Zij iets zeggen, daarmee een subtiele toespeling naar bepaalde theorieën. Vervolgens kunnen zij dat altijd ontkennen. En daarna bent u er inderdaad, het klopt niet. Een soort bescherming. Je bent gewoon veel te goed gelovig ten aanzien van wat jij denkt dat zij allemaal doen. Dat is niet zo. Zij zijn gewoon oprecht overtuigd van de dingen waarvan zij overtuigd zijn. En ze bedoelen niks anders dan datgene wat ze zeggen. Maar is dat al niet kwalijk? Nee, dat is helemaal niet kwalijk. Hebben bepaalde overtuigingen. Maar laten we even dan... Okay. Dus de hondenfluitjestheorie. Wat je eigenlijk... Kijk, dus Baudet gelooft niet in reptielen. Is voor mij uitgemaakte zaak. Nou krijgen we die David Icke. Hè, die man dus die de toegang tot Nederland is geweigerd. Omdat hij zo gezegd zou geloven in complottheorieën. Ja. Nou goed, ik kende die man niet. Maar ik ben me een beetje in die man gaan verdiepen. Niet omdat ik geïnteresseerd ben in die complottheorieën. Want ik ben een... agnosticus, ik ben een atheïst, ik ben een scepticus, dus ik geloof daar allemaal niks van. Maar ik vind het wel interessant te weten dat het mogelijk is, ja, maar ik ben ook jurist, net als jij, ik vind het interessant dat het mogelijk is dat er iemand in Groot-Brittannië de toegang geweigerd krijgt tot alle Schengenlanden, omdat hij bij een vredesdemonstratie
iets geks wilde gaan zeggen. Ja, mogelijkerwijs nee. over reptielen. Who knows? Nee, maar dat vind ik dus zo gek. Dan denk ik dus, ja. we zijn... Doorgeslagen. We zijn misschien niet geen reptielen, maar we zijn wel heel erg gek geworden in dit land. Ja. Het is een soort van collectieve massahysterie. Ja. En dat maakt het eigenlijk interessant. En toen ben ik die David Icke een beetje gaan beluisteren. Ik heb dus dat interview met Mordechai Crispijn met die Icke beluisterd. Die begon met een paar interessante vragen. En die begon met van, ontkent u de Holocaust? Of ontken je de Holocaust? Zegt hij, nee, natuurlijk niet. Ik ontken de Holocaust helemaal niet. Tegelijkertijd zie ik dat in alle kwaliteitsmedia er voortdurend maar wordt die man is een Holocaust ontkennen. Ja, maar omdat hij dat toch... is heel ernstig. En ik maak me dus niet zo zorgen over de geestelijke gezondheid van die David Icke, maar ik maak me zorgen over de Nederlandse journalistiek. Dat ze die dingen allemaal maar aan die man toeschrijven, terwijl die het gewoon glashard ontkent. Maar wil je dus zeggen dat er helemaal geen kern van waarheid in de kritiek zit richting David Icke dat hij de Holocaust ontkent? Dat het gewoon helemaal op nonsens is gebaseerd? Ja, althans, als hij zegt, natuurlijk ontken ik helemaal niet. Die heeft plaats. Ja, maar het punt is, het gaat niet om dat hij de Holocaust vermoord. Dan denk ik. Ja, maar het punt is, het gaat niet om dat hij de Holocaust ontkent. Het gaat erom dat hij de Holocaust. Het werd wel gezegd. Het gaat erom dat hij de Holocaust bagatelliseert. Kijk. Hij heeft uitspraken gedaan dat hij twijfelt. En dat hebben meerdere mensen ook gedaan. Hè? Wat je vaak ziet bij antisemitische lui... is dat ze niet per definitie de Holocaust ontkennen... maar ze ontkennen het cijfer van het aantal doden. Dus dat er 6 miljoen Joden zijn gestorven... Dat wordt betwijfeld. Ja, en dat is met die David Irving ook. Ja, ja. Ja, ja. Ja, luister, er zullen wel hele verschillende taxaties zijn van wat er precies daar gebeurd is. En ik geloof ook wel dat er mensen zijn die de meest fantastische ontkenningen doen. Maar ik, in ieder geval op de man afgevraagd aan die Icke door dus Mordechai Crispijn of hij de Holocaust ontkent. Hij zegt nee, dat ontken ik ook helemaal niet. Hij ontkent ook helemaal niet dat er gruwelijke dingen zijn gedaan met het Joodse volk. Hè. Dus dat maakte op mij een betrekkelijk authentieke indruk. Maar dan ga ik verder. Nou, het was een interview van meer dan een uur. Aan het eind ging hij ook over die reptielen praten. Ja, hij verloor mij helemaal. Ik denk, wat gelooft die man allemaal? Dat vond ik heel gek, heel bizar. Maar ik vond het weer niet gekker dan dat ik spreek met iemand die heel erg diepgelovig is en die zegt, ja, en... no offense meant, maar ja, en Jezus Christus is echt gestorven voor onze zonde. En je moet dat aannemen, anders kan jij niet toetreden tot het koninkrijk der hemelen. Dan zit ik ook met mijn oor te wapperen. En dan denk ik, dit zijn ook hele vreemde dingen. Ik hoor het je zeggen, ik snap wat je zegt. Maar is dat niet een oneigenlijke vergelijking? Want als je aan een verdachte van een moord vraagt, die komt voor een strafrechter, komt voor. En die gaat natuurlijk ook proberen met zijn advocaat samen om daar een andere brei aan te geven. Die zal het dan ook weer gooien op zijn geestestoestand. En die is misschien mentaal zo verward dat hij zich kan beroepen op schuld of strafuitsluitingsgronden. Dus je mensen bedoelt hebben... dat hij eigenlijk maar wat... Als je iemand op de man vraagt, omdat er zoveel tumult en zoveel stennis is. En je vraagt iemand op de man af, hey, wat geloof je nou eigenlijk? Dan kunnen mensen de milde versie van iets wat ze eigenlijk wel hadden bedoeld, kunnen ze die stellen. Ja. Ja. Ja, nou ja. En dat is een mooi woord voor. Maar dan moeten we dus al die boeken van die man gaan doorvoegen. Nee, en daar gaan kijken of hij niet ergens te betrappen is op toch wel het gebruik van het woord hagedis. Ik wilde aangeven, je hebt er een heel mooi woord voor. Dat heet attritie. Okay. Attritie gaat ervan uit dat mensen eigenlijk nooit in hun eigen zin spijt hebben. Alleen als ze betrapt worden, hebben ze spijt. Okay. En ze hebben niet spijt omdat ze spijt hebben van hun gedragingen. Ik had dat niet moeten doen, want ik heb je inderdaad gekwetst of wat dan ook. Ze hebben eigenlijk spijt, ze betuigen spijt, omdat de gevolgen van hun daden ze niet aanstaan. En dat is attritie. En daar heb ik veel meer... Ik geloof echt dat mensen, als het uitkomt en je wordt geframed en je wordt beticht van dingen, dat mensen zeggen, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. En dat moet je toch ook voorkomen?
Zeker. Nou, als er ook allerlei uitspraken naar boven komen van deze meneer, en ik ben verder ook helemaal niet de advocaat van deze man, hoor. Maar nee, weet je niet zeker wat hij bedoelt? Dat probeer ik te zeggen. Ja. Nee, dat zou kunnen. Maar goed, dit was vrij duidelijk. En wat hij verder, en hij zei verder ook een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, dat gaat wel heel erg tegen het huidige regeringsbeleid in. Maar ook niet helemaal onredelijk wat hij zei, moet ik. Maar waarom voelt hij de behoefte? Ik de behoefte? Ja, om bijvoorbeeld mensen als een Eik, we hebben het ook net over Baudet gehad, Carters, om deze mensen continu het voordeel van de twijfel te geven en voor hun en hun eigenlijk voor hun in te staan. Om te zeggen van ja, maar zo bedoel om ja. je kan ook stil zijn. Dat is een goede vraag. Je kan ook stil zijn. Je kan ook geen standpunt innemen. Je hoeft niet op te reageren. Dat vind ik dat mijn morele opdracht is om dat wel te doen. Okay. En dat is eigenlijk dat gaat al terug naar het schoolplein op de lagere school. Mm-hmm. Ik kan me dat heel goed herinneren. Ik zat op de lagere school en ik weet zelfs nog de naam van die jongen ook. En dan zeiden ze: Tony Kruiswijk, daar moet je niet mee praten, hoor. Want Tony is fout. Dacht ik, nou ja, zou het nou zo zijn? Ik weet niet. Dan was ik misschien 10, 11 jaar oud. Hè? Nou, weet ik eigenlijk niet. Weet je wel? Eigenlijk, het is heel gek, maar dan werd ik er een beetje gesimuleerd om toch eens met Tony te gaan praten. En dacht, nou, is eigenlijk niet zoveel mis met Tony. Weet je? Dus ik heb dat altijd wel gehad. Een beetje sympathie voor de onderdak. Ja, maar ook dat ik me niet wilde laten aanpraten dat wat er in zo'n groep dan op een gegeven moment, er wordt dan geroezemoest van, ah, daar staat de verkeerde figuur. Weet je? Dus ik wil ik zelf niet dat meegaan ik met die buren eigenlijk. Ja. Taxaties maken. Far from the Madding Crowd. Ja. Hè? En ook John Stuart Mill, 1859, On Liberty. Als er één persoon is die heeft een bepaalde visie, dan heeft de meerderheid niet het recht om die persoon het zwijgen op te leggen. Hè? Zo als die persoon ook niet, als hij de meerderheid gaat vormen, het recht heeft om de anderen het zwijgen op te leggen. Dus het is een soort van. Maar het is een natuurlijke reflex van mij. Dat is heel, 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 heel nobel. Maar hoe verhoudt. Kijk, als je sympathie hebt voor de underdog en tegen het groepsdenken in wil gaan, hoe combineer je dat met kritisch zijn en zelfreflectie? Ja, die kwaliteiten blijven uit. Ja, want hoe combineer je dat? Mee te gaan. Want stel dat je zou voor kunnen. Dus vanwege sympathie ben je niet in staat om iemand nou echt te bekritiseren. Ja, het is dus niet een soort van sympathie. Het is ook niet een soort van hondentrouw aan je vrienden. Het is ook niet een soort van solidariteit door dik en dun. Het is ook geen Troje heist mijn ere. Hè? Dus ook niet een soort van met de hakken tegen elkaar klakken en zeggen van ik volg altijd de leider. Denk ik. Mm-hmm. Maar het is een soort van. Het is een soort van intellectuele nieuwsgierigheid, volgens mij ook. Ja. Als je dus tegen mij zegt van dat boek mag je niet lezen, en dat hoor je tegenwoordig nog alles, hè? Mm-hmm. Ja, dan word ik erg nieuwsgierig. Nieuwsgierig, ja. Je bent gewoon recalcitrant. Ja. Ik bedoel, dat je dus nu ik hoor dus nu dat bol.com, die heeft de boeken van Eik, die worden uit het assortiment gehaald. Ja, ja, ja. En denk ik, ja, want ze willen zo gezegd geen antisemitische boeken in het assortiment hebben. Dan denk ik, hoe gaan ze doen met Mein Kampf? Hoe gaan ze het doen met de dagboeken van Goebbels? En gaan ze die er allemaal uithalen? Nee, dat dan weer nieuws of zo, weet je wel. Het is allemaal zo. Ja, nee, maar dat dommig. Ja. Maar, want dat valt mij op aan, niet aan links, maar ook aan de rechterzijde. Daar heb ik heel vaak kritiek ook op. Is dat op rechts wordt heel vaak gezegd van ja, er is een vrijheid van meningsuiting. Maar ik denk dat met een vrijheid van meningsuiting komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Zeker. Wat ik op rechts mis, is een bepaalde vorm van zelfreflectie. Ik weet niet, hoe kijkt u daarna? Is dat noodzakelijk of is dat juist niet noodzakelijk? Zegt hij van dat ik misschien overdrijf? Of, wat is uw visie hierop? Kijk, ik vind het jammer dat er misschien ietsje te veel zelfreflectie is bij rechts. Ja? Ja. Wat al die schisma's veroorzaakt. Dat vind ik een beetje jammer. Dus dan komen we weer terug bij het begin eigenlijk. Ik dacht van, verdorie, jullie hebben nou zo'n leuk programma. Dan zijn zulke rationele mensen. Die willen ook iets anders doen. En dan gaan ze nou uitgerekend. Dus dat hele kleine
Als je het een beetje sentimenteel... Dat hele kleine sneeuwvlokje dat net uit de zon... gaan ze meteen met de grote laars op. Dat moet meteen weer oplaag. En denk ik, doe dat nou niet. En dat heb mm-hmm. ik met die andere, dat heb ik met al die afscheidingsbewegingen ook een beetje. En dan denk ik, ja, oké. Ik vind het ook een beetje dom. Ik heb in een zekere zin een beetje bewondering voor de VVD. En dan denk ik, nou... Nee, Paul, dat kan je niet zeggen. Echt. Jawel, want ze weten wel de gelederen gesloten te houden. Ja, maar... en ze vergeven die Mark Rutte, die vergeven ze werkelijk anders. En hij staat... Waarom heb je daar nou niet 80.000 afscheidingsbewegingen? Nou, dat is toch omdat er op die rechterzijde... als je er maar zo'n klein flietig puntje anders over denkt... dan zeg je meteen, hop, betrekken ons terug. Wat er dus nu gebeurt is met BVNL. Dus je hebt dan op een gegeven moment voor FVD, nu heb je 8 zetels, ja. En nou, ze zitten nog niet goed en wel in de Kamer. Of dan zeggen de 3 van, ja, nee, we denken toch even iets anders over die laatste uitspraak van Baudet. En dan, hup, oké, gaan we ons weer afscheiden. Maar ik denk dat er ook een nood... Het is ook dom. Er is ook soms een noodzaak om je af te scheiden en terug te trekken van bepaalde standpunten. Ja, soms wel. Maar het gaat vaak helemaal over niks. Nee, maar tegenwoordig kun je gedeplatformd worden. Je kunt gecanceld worden. Banken, als je mening je niet aanstaat, kunnen je banken je rekening ontnemen. Dat is verschrikkelijk. Daar moeten we de strijd tegen aanbinden. Ja, uiteraard. Het is toch schandalig dat de ING... Dat de ING gewoon van een actiegroep even de rekening blokkeren. En ook dat cancelen, daar moeten we toch tegen zijn. We moeten juist dus als rechtse beweging moeten we daar gezamenlijk een front tegen maken. Ja, maar ik snap dat punt. Alleen het gevaar wat je krijgt op het moment dat je allemaal... Als je de gelederen gesloten houdt, is dat... Zelfreinigend vermogen is. Dat er geen zelfreinigend vermogen is. Jawel, dat kun je wel. Kijk, dat zelfreinigend vermogen, dat zit hem erin. Dat jij bijvoorbeeld, of ik, of jij... Jij kan tegen de directeur van Ongehoord Nederland zeggen... Nou, ik zou het een beetje anders doen, hoor. Dat heb ik gezegd. Oh, heb je gezegd. Dan was je daarmee klaar geweest. Dat had je niet publiekelijk hoeven te herhalen. Maar waarom niet? En er is niks bij gewonnen. En althans, dat is interessant. Maar nu gaan we op ons beide rol. Jij vraagt mij, waarom ben jij nou... Eigenlijk vraagt hij, waarom ben jij niet een Sacha Roopram... die gewoon de microfoon pakt en zegt van... Ruijsel, jij moet dat doen. Arnold, jij moet dat doen. Thierry, jij moet dat doen. Nee, dat doe ik juist niet. Mm-hmm. Als ik iets te zeggen heb, dan... Maar wacht ik tot ik ze een keer zie en dan zeg... Nou, volgens mij zou ik het een beetje anders doen. Ja, maar kijk, het punt waarom ik me heb uitgesproken... is omdat ik... ten eerste ook mijn nek heb uitgestoken. Hè? Kijk, de mensen die te gast zijn bij Ongehoord... en dat weet je zelf ook. Ja. We hebben niet makkelijk. Worden aangesproken door onze omgeving. Ik denk dat je ook wel eens aangesproken bent door je werkgever. In de tijd van, hey, zeker. We worden allemaal aangesproken op het feit... dat we ons als rechts associëren... met rechtsmensen associëren. Dat we opkomen voor die rechtse zaak. Mm-hmm. En juist daarom vind ik het... en daarom doen we het ook... vinden het heel belangrijk dat je... ik vind de toon heel erg belangrijk. En dan kan je zeggen van... ja, je bent aan het deugen, noem maar op. En de forum. Ja. Maar ik vond het juist heel erg belangrijk om me uit te spreken. Juist omdat ik denk dat dit niet de juiste manier is. Omdat je juist de rechtse zaak... Ja, oké, dat heb je al gemaakt. Ja. Dat weet ik. Dat is de reden waarom ik me uitgesproken. Oké, nou prima. Het is ook goed. Je hebt het gedaan. Je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Als je van tevoren bij mij was gekomen en je had gezegd... Paul, zal ik dat even naar buiten brengen? Dan had ik gezegd, nou, Sasje zou ik niet doen. Maar goed, het is al gebeurd. Het is maar, zoals maar, het wat is. Maar wat is zo maar, kwalijk aan het feit dat ik me heb uitgesproken? Dat er niks bij gewonnen is. Je had je punt al gebracht daar. Ze weten al hoe je erover denkt. Ze hebben kennelijk besloten om niet jouw lijn te volgen. Daar had je het bij kunnen laten. Klaar. En dus er is niks... Kijk, er is niks bij gewonnen om dat dan nog eens een keer publiekelijk ook te doen. Tenzij. Er zijn namelijk allerlei verzachtende omstandigheden voor jouw uitspraken. Ja. Wat zou bijvoorbeeld een verzachtende omstandigheid zijn geweest? Dat je zegt, nou, we willen zelf een omroep beginnen.
We hebben ons aangemeld. Die wordt al gezet. We hebben een aantal leden. En je wil je nu even onderscheiden. Je wil even duidelijk maken van... jongens, zij doen dit, maar wij doen dat. Mm-hmm. Ja, dat was een verzachtende omstandigheid geweest. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk in de politiek ook voortdurend. Dus, de jaar 21 die denken... nou, we moeten even ons punt maken. Want... ja, ik zou het niet doen wat zij doen. Maar goed, oké. Okay. Zij willen zich ook nu tot dat kiezersvolk richten. Ze doen mee aan die verkiezingen. En dan moeten ze doen wat ze doen. Mm-hmm. In het geval van Henk Otter is het weer waanzin. Want die is, heeft helemaal, die is eigenlijk alleen maar bezig met zijn gram te halen op basis van het verleden. Heeft geen enkele betekenis meer wat hij doet. Mm-hmm. Dus ik vind, je moet heel erg naar de context kijken waarin het verantwoord is om met dit soort kritiek te komen zoals jij daar nu mee komt. En wanneer het dat niet is. Ik denk dat het is tweeledig. Het heeft enerzijds te maken dat het voor mij, dat ik het voor ik kon mezelf niet meer in de spiegel kijken als ik er niks over had gezegd. Want ik vond echt dat... dat, en dat heb ik ook gezegd in alle items, in alles wat ze doen, geeft ze continu mensen van kleur het nadeel van de twijfel. En daarbij krijg ik niet een goed gevoel als ik daar aan mee ga werken. Want je bent zelf iemand Want ik ben zelf iemand van kleur. Dus dan heb ik zoiets van, maar hoe kijken ze naar mij? Terwijl... Kijk, wij zijn ook kritisch geweest. Hè? Mm. We hebben ook een uitzending gemaakt over omvolking. We hebben een uitzending gemaakt over trouwen. Over omvolking zelfs, ja. Maar wat we daarbij doen, is we proberen alle feiten naar voren te brengen. We hebben ook een keertje een uitzending gemaakt over het Marokkanenprobleem. Daarin hebben we een statistiek laten zien dat het voornamelijk... dat in de jongere jaren Marokkanen voornamelijk veel meer kans hebben om in de criminaliteit te komen. Dus vanaf 18 tot met 25. Maar na de 30ste... gaat het veel beter met die Marokkaanse jongens. We willen het hele verhaal brengen. Dus, kijk, maar dat moeten jullie toch ook doen dan? Met doen onderzoek? Ja. Wie let jullie? Het is toch ook niet zo dat On bij jullie komt en zegt van jullie moeten dat niet doen hoor. Nee, maar doordat op onze manier doen. Nee, maar doordat... Het is wel publiek geld. Het is gemeenschapsgeld. En ze moeten zich committeren niet alleen aan die mediawetten die wij allemaal denk ik voorstaan. Ja. Je moet ook committeren aan die journalistieke codes. En als dat dan niet gebeurt... En die commissie is daar. Voldoen ze helemaal aan. Die journalistieke code heb ik natuurlijk ook. Die codes heb ik ook allemaal bestudeerd voor het rapportje. Maar Paul, dan zeg je eigenlijk van ik heb iemand vermoord. En ik moet nu de gevangenis in. Maar eigenlijk pleit jij voor mijn vrijspraak. En die rechter die heeft het maar fout gehad. Terwijl de feitelijke realiteit is dat ik wel de gevangenis in moet. Als dat, bewezen verklaren is, et cetera. Dus het gaat er toch om wat in de effecten van de feitelijke wereld. Die doen er toch toe. Dus als je als ON strakjes wordt gesanctioneerd, als ze straks hun vergunning verliezen, als consequenties, noem ze maar op, ja. Dan wil je daar toch voor waken. Je wilt toch een lang leven beschoren hebben. Ja, maar de wet zei, die opera ain't over till the fat lady sings. We moeten zien hoe het gaat lopen. Kijk, zij willen, denk ik, maar goed. Maar jij denkt dat ze nog een lang leven hebben eigenlijk, Paul? Dat hoop ik wel. En ik vind het unfair dat 20%, als er dus 20%, ik vind het unfair dat 20% van de Nederlandse bevolking wordt gedwongen om te betalen voor een heel bestel, terwijl ze zelf systematisch worden uitgesloten. Ja. Unfair. No taxation without representation. Nee, die representatie. Ik kom nog uit de tijd. Dat 2001, ik heb de opgang van Pim Fortuyn meegemaakt. Dat is misschien interessant, dat is een interessante kaas. Opgang van Pim Fortuyn. Ja, jullie waren toen 20 of zo een beetje. In de 20, klopt. Ja. Maar ik heb dat dus in die media gezien. Dus dat je dus discussie had van... ja, moet je nou die Pim Fortuyn überhaupt wel toelaten in je programma? Ja? En dan waren er bepaalde omroepen... die gingen eigenlijk op de meest nare manier... door de belichting in beeld brengen. Maar altijd van de achterkant dat je dat kale hoofd zag... zodat je die Mussolini-associatie kreeg. En ik vond dat zo treurig allemaal. Wat die omroepen allemaal van stal gingen halen... om te proberen...
proberen die man eronder te krijgen. En ja. Misschien ben ik daardoor ook, desnood ben ik getraumatiseerd, mag ook nog wel. Ik ben gemotiveerd, want ik denk dat is echt heel vervelend. Je moet dus toch, het moet opengebroken worden, het systeem. Maar vind je dan, en, er moet daar een rechtse omroep zitten ja. op de publieke kanalen. Ja. En wie dat is en hoe ze het doen, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dat, jawel. Dat is eigenlijk wat je zegt. Die rol dat ze er zitten, dat, die representatie ja, maar dat succes... is belangrijker dan hoe de inhoud en de methodiek en het werken. Nee, want die inhoud en die methodiek is ook nog eens een keer goed. Ik vind het echt leuk om naar te kijken. En ik vind het ook echt goed. En met mij vele anderen. Het is niet voor niks, het is een succes. Maar het is een succes bij de kijkers. Het is een succes bij de Nederlandse bevolking. Het is alleen dus die Hilversumse elite... die zegt, wij gaan jullie de nek omdraaien. En dat doen ze eigenlijk maar met één woord... en dat is het woord kwaliteit. Mm-hmm. Zij weten ook wel dat al die voorwaarden over diversiteit... ze weten natuurlijk ook wel dat al die onderwerpen... die er daar aan de orde worden gebracht... dat dat inderdaad ongehoord en ongezien is. Klopt. Dat weten ze. Ja, ja en dat ergert ze ontzettend. En daar proberen ze dan dus nu een mouw aan te passen. Dus op basis van het woord kwaliteit... het af te serveren. En dat vind ik hartstikke onrechtvaardig. Ja, maar wat nou als die commissie, al is het maar voor een marginaal percentage, maar als die commissie nou ergens gelijk krijgt en op regel, wet en regelgeving... Welke commissie, wat bedoel je? Die commissie die over die sancties... Sanctioneert, ja, die mediacommissie of hoe ze ook heten. Wat nou als die toch gelijk krijgen en zij komen tot die sancties... Natuurlijk en krijgen ze gelijk. Dat is toch een commissie van gelijkgezinden. Ja. Als je hoeft zo'n commissie maar te... vijf minuten te bekijken. En je ziet, dat zijn allemaal mensen die hetzelfde verhaaltje... Maar zeg lees je dat, heb je dat rapport dus? Je moet het rapport van die ombudsmevrouw moet je lezen. Ik heb dat een heel klein beetje gezien. Maar... Nou, dan moet je mijn rapport lezen over haar. Dat is ook heel goed. Ja. En ik ben ook zo vrij. Ja, echt waar. Want als je dat dus leest, dan zie je ook hoe eenzijdig dat allemaal is. Hoe er een bepaalde... ik denk een dat bias, als jullie ongelooflijk zeggen, en ik denk dat het jullie gaat opvallen als je het gaat lezen, dan reizen je de haren te bergen. En dus... oké, okay, we geloven jou dat dat zo is, mm-hmm. maar pleit dat ON dan vrij in alles wat ze niet goed in hebben alles gedaan? Natuurlijk, maar ik denk dat ik heel goed kan leven met wat ze doen. En echt ik vind waar? Het ja. Heel maar heb je met dat filmpje niet even gedacht van... oei, ik mis hier een context. Ik ben ook wetenschapper. Dan moet Paul Cloutier toch ook hebben gedacht van... nou, ik had eigenlijk wel even de aanleiding wat strakker en scherper neergezet. Ja. Auw. Deed dat niet even pijn? Dat had ik nou, ik dacht wel van... oh, ik zag het voor het eerst toen tijdens die uitzending. Ja, precies. En daar had ik beter context bij gekund. Maar ik denk dat ze het zelf ook wel vinden nu. Ja? Ja, denk ik wel. Maar waarom zeggen ze dat dan niet? Waarom dat weet ik niet of zij dat niet zeggen. Dat zou toch veel sterker zijn? Ja. Wat ik wel de hele tijd zie, dat zij zeggen van nou de ene uitzending is beter dan de andere. En natuurlijk worden er foutjes gemaakt. Maar nogmaals, als jij driekwart jaar bestaat en er zit in die tijd één keer dat filmpje. Jeetje, zullen we eens die uitzendingen van Buitenhof gaan doornemen? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Hè? Bij wijze van spreken. Of van al die anderen, of wat er allemaal in al die talkshows gebeurt. Elk avond en avond. Er wordt de ene fout op de andere gestapeld. Ja, maar dat, is toch maar jij dat vinden we dan allemaal, daar zijn we aan gewend. Want dan denken we, ja oké. Okay, maar dan is zeg je eigenlijk, Paul, omdat zij het ook doen, die hele gevestigde orde doet. Nee, ze doen het beter dan de rest. Ook vergeven. Dus de moraliteit wordt bepaald door je tegenstanders. Dus je morele positie, of je wel of je niet iets goed doet, wordt bepaald door je tegenstanders. Dus als door je de normstelling van je tegenstanders. Ja, ja precies. Dus als jouw tegenstanders lagere normen hanteren, dan is het oké om zelf ook lagere normen te hanteren. Want kijk maar, zij doen het ook. Kijk maar, ze doen het ook. Het is niet zo zinvol en ook niet zo eerlijk om zo... En dan ga ik even niet jullie als voorbeeld nemen. Dan neem ik de ombudsmevrouw. Het is niet zo eerlijk als die ombudsdame in haar eigen rapport zegt... ja, het is bij die andere omroepen ook allemaal niet goed. Maar ja, het gaat nu even over ON, hè? En dan kan je zeggen, ja, maar dat is toch heel wat ONES. Maar dat is de realiteit waarin we leven. Nou, kijk, daar heb ik geen... Daar neem ik geen genoegen mee. Heel veel mensen van kleur zullen ook zeggen van... ja, maar welcome to the club, ON. Want wij hebben ons hele leven te maken met discriminatie. We moeten ons hele leven twee keer zo harder werken. Mm. En nu weten rechtse mensen ook hoe dat voelt. Hè? Je moet twee keer harder werken om je punt te bereiken. Dus is dat het ook niet dat je... Mm. We zitten eenmaal ingekapseld... in een systeem waarin bijvoorbeeld linkse ideologieën dominant zijn.
Ja. Dat je op een bepaalde manier moet manoeuvreren. En dat je gewoon twee keer harder moet werken en twee keer harder moet bewijzen als rechtspersoon om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Hmm. Dat is de realiteit, toch? Mm-hmm. Ja, dat nou, denk ik ook. Dan zou ik zeggen, geef. Het zou mijn advies zijn, geef dan zoveel mogelijk een beetje achter de schermen opbouwende kritiek en kijk wat ermee gebeurt. En als er niet iets mee gebeurt, dan kan je op een gegeven moment, als ze het niet redden, kan je zeggen, ja, I told you so. Dat maar zou kijk, ik de meest verstandige opstelling vinden. Want als je dat dus niet doet, dan wordt eigenlijk weer dus die 20% van de Nederlandse bevolking die mee moet betalen, die wordt gewoon afgeserveerd. En ik zou dat onrechtvaardig vinden. Moeten we weer gaan wachten tot er weer iets nieuws naar ontstaat. Ja, maar kijk, de reden waarom... Kijk, ik zal over mezelf spreken. De reden waarom ik het niet alleen maar intern heb gehouden, maar ook extern, is ten eerste omdat ik sowieso vind dat... dat het moreel ging knagen bij mij. Okay. Maar ook, kijk, dat ik gedwongen werd om me uit te spreken. Want ik word geassocieerd met On. Ik word aangesproken door verschillende mensen. Hey, jij zit toch bij On. En als zij vervolgens, als ik dan constateer dat zij aan het radicaliseren zijn. Ze zijn altijd zo geweest. Het allereerste begin. Je had nooit dat programma voor hun moeten gaan maken. Ja, eventueel, als je hier bang voor was geweest. Ja. Maar op het moment dat je dat wel doet, moet je ook niet verbaasd zijn dat je wordt aangesproken. Dat is de fout die je gemaakt hebt. Ja, misschien wel. Misschien een reflectie. Misschien is dat wel. Misschien is het een heel goed terechtpunt. Maar dan is de vraag... Ik ga toch ook niet zitten jeremiëren over van... ik word zoveel aangesproken op Forum voor Democratie. I know. Ja, nee, weet toch? Ja, maar misschien op het moment dat ik als senator voor die die kritiek neem ik ook, hè? Dat vind ik ook valide. Je moet het ook weerstaan. Want het is ook van belang dat een samenleving op een gegeven moment dat er gaat bestaan uit sterke mensen die zeggen van hier sta ik. Nee, maar ik kan niet anders. En, maar mijn inschatting was. En toch beweegt hij. Mijn inschatting was, want ik ben pas veel later ben ik bij omgekomen. Mijn inschatting was dat na die eerste sanctie ze een andere koers zouden varen. Oh. Dat is de reden ook waarom ik hun het voordeel van de twijfel heb gegeven. Misschien is dat trouwens ook wel zo. Hoe weet jij dat? Dat het niet zo is. Ja, we hebben het item toch gezien. We hebben de eindproductie toch gezien. Maar goed. Wat vind je van de laatste afdeling? Wat vind je van de laatste... gisteren was ik er. Ik heb hem niet gezien. Nou, dit was een geweldige uitzending. Je gaat bekijken. Past. Hebben we gedaan... Nou, het was heel goed over slavernijverleden en zo. Ja, 40.000 euro per persoon, hè? Moeten we betalen? Volgens mij was het een hele goede uitzending. En die is ook heel goed gevallen. En zijn geen verkeerde woorden gebruikt. Nee, en dat is... Dat alleen is, dus gezegd... Nee, misschien dankzij invloed, hè? Ja. Nou, who knows? Wie zal het zeggen? Nee, maar... Het lampje brandt ook, zeg ik maar even tussendoor. We zijn aan het einde gekomen. Ja. Nou, mooi. Hoe vond je het? Leuk. Ja? Ja? Ja. Hele andere discussie, hè? Had je dit verwacht een beetje, zo'n discussie? Nou, eerlijk gezegd wel, ja. Ja? Nee, ik vind jullie leuke programma's maken. En ik vind het ook leuk om gewoon even zo te doen. Ja. Een beetje te sparren met jullie. Dus bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Ja. Echt leuk. En ik wens het beste met jullie programma's. Ik blijf in ieder geval veel kijken. Ja. Nee, ik denk dat we naar de afsluiting toe moeten. Dit geeft misschien inderdaad wel een hele andere dynamiek weer voor de kijkers. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat je comments achter. En een donatiestukje. Ja, doneren. Onderstaande rekeningnummer kan je doneren. Vond je het een leuke uitzending? Inderdaad. Laat een comment achter. We zijn benieuwd naar je reacties. En je ziet ons de volgende keer snel weer terug. Jo. Tot dan. Oké. Okay.